heerlijk even te genieten, Jordi. Wanneer die zon doorbreekt, dan is het echt heel goed toeven. Wanneer het hier even achter een wolkje zit, oké, dan wordt het een beetje fris. Maar ja, het waait heel hard weer door. Dus je hebt zon en dan weer even geen zon. Dus je hoort mij niet klagen. Ja, reclame opstoet is in volle gang. Dus ik heb 50, 20 euro. Ik ga kijken hoeveel bier ik daar strakjes, wanneer ik afgewerkt ben, ik mee kan krijgen. En wanneer je natuurlijk te gast bent in Kruikenstad voor de opstoet, dan zorg ik ervoor dat ik dan ook nog wel een beetje... dat kleurtje heb en zo, dat draag ik dan hier. Want ik wil vooral de Brabant sjaal goed in beeld hebben. Maar ja, dan tref ik hier genoeg mensen aan met natuurlijk die sjaals. Dus bij deze twee, ik dacht al meteen, ik heb hier te doen met echte kruiken, hè? Ja. Echte kruiken, hè, mevrouw? Echte kruiken, ja. Ja. Al heel lang. Het wordt de 52e of 53e optocht. Het is net hoe dat jullie tellen. Hoeveel hebben jullie er gezien, denkt u? Nee. Nou, ik denk wel 60. Oh, dat is toch knap. Dus je bent al bij min 7 begonnen gewoon dan? Ja. Ik ben eigenlijk 70, dus dat kan, hè? Ja, dat kan dan. Wat is, vindt u het mooier worden met de jaren eigenlijk? Ja, natuurlijk. Heel veel groter, luxe. Heel mooi. Ik vind altijd, met Tilburg, er wordt zoveel... Oh, kijk, dat is... Ik heb het bekertje wil terug, hè? Het bekertje wil ze terug. Oh, daar gaat een handschoen. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed voor de keel. Dat is zeker goed voor de keel. Jullie hebben dit jaar zelfs een Via Schrobbelair, heb ik gehoord. Weet u dat al? Nee. Er is een speciale straat, vernoemd ook nog, waar dat geregeld wordt. Maar deze voor de keel. Deze voor de keel, daar gaan we even regelen ook. En dan geef ik het zo meteen weer netjes aan je terug. Eén. Jordi, ik ben even weg, hè? Nou, drinken, hè? Nee. Ja, is goed. Ik sta niet in beeld, dus het komt helemaal goed, Jordi. Ik stond niet in beeld. Schrobbelair. Niet lekker? Dankjewel, jazeker. Oh, heb ik al zo'n prachtige handschoen nu. Maar dit is heel lastig. Ja, dat vind ik. Het is een heel glad spel. Dus nou blijft die handschoen hier. Ja, nou blijft het zitten, hè. Precies, hè. Zij drinkt er niet mee. Goed voor de keel. Ja, heerlijk. Oh, heerlijk. Heerlijk, hè. Zo, jongens. Nou, ja, veel plezier. Ja, plezier, hè. Ik klaar met het zo. Hoe heet de bestuursvoorzitter Dennis met zijn achternaam? Schoormans. Schoormans. Ja,
En dat kunnen we zeker. De Nopstoet noemen we dat hier zo natuurlijk. Ik ben uw gastvrouw langs het veld. In de verte zien we het bestuur er al aankomen. Had iets te maken met een wagen die niet werkte. Maar het voordeel is dan dat ze de prins in een limousine hebben gezet. En dat we daar uitstekend goed zicht op hebben. Dat prins Robert gewoon nu eigenlijk heel benaderbaar is. Misschien probeer ik nog wel eventjes erbij te komen. Diegene met sowieso het mooie overzicht. We hebben een soort adelaarsnest ingericht. En daar zitten mijn collega's Arjo en Rogier. Ja, wij kijken inderdaad uit over die optocht. Ja, nog weinig opstoet te zien hoor. Maar wel veel publiek. En die staan er toch al ongeveer een uur. Staat het hier vrij vol langs die dranghekken. En ik zit hier samen met Rogier van Bossum. De carnavalskenner die we weer ingehuurd hebben. Het achtste jaar alweer, Rogier. Ja, achtste jaar. Welkom weer in de uitzending. Dank je. We gaan een optocht bekijken die al begon met een klein euvel. Want inderdaad, de prinsenwagen deed het niet. Hè? Dus dan zien we een heel bijzonder beeld. Dit is niet wat we elk jaar zien. Ja, we hebben een prachtige prinsenwagen normaal gesproken. Dus staat de prins heel hoog, 4-5 meter boven de grond. Maar nu heeft hij dit plaatsgenomen in de limo van het bestuur, waar het bestuur normaal in rijdt. Het bestuur loopt nou vooruit. En prins Robert moet natuurlijk wel rondgereden worden. Je kunt niet een prins zomaar zelf laten lopen. Nee, dus dan moet het bestuur maar lopen deze keer. Dat is even een tegenvaller voor het bestuur misschien. Nou, ik denk dat ze dat graag doen voor de prins. En we dachten aanvankelijk dat hierdoor de start vertraging zou oplopen, maar dat is niet gebeurd, hè? Nee, het is eigenlijk misschien nog wel eerder dan vorig jaar dat ze hier zijn. We zitten hartstikke goed op schema. Rond 2 uur begint die optocht, komt hij hier langs op de plek waar wij zitten. Ja. En vorig jaar, op het moment dat je dan hier komt, ga je herinneringen ophalen. Vorig jaar zaten we hier geloof ik om 4:30 nog. Ja. Toen begon hij ook rond 2 uur. Dus het is altijd een flinke optocht die van Kruikenstad. We hebben ook vandaag weer 118 deelnemers geteld. Ja. Ja, los van wat er zich dan nog tussenvoegt, eventueel spontaan. Precies. Maar alles wat zich ingeschreven heeft, 118 deelnemers, moet je niet voorstellen dat allemaal hele grote wagens zijn. Er zijn heel veel loopgroepen altijd hier in Tilburg. Prins Robert, gaat het goed met u? Hartstikke goed. Ja. Ik was wel even een beetje stress vanochtend, maar geen klotsoksels of een naar gevoel in de buik nu? Ik hoor jou niet, sorry. Ja. Hij hoort me even niet, onze Prins Robert, maar voelt dit ook prettig voor u op de limo? Ja, het is geweldig. De weergoden zijn verhoord, we hebben fantastisch weer. En Tilburg is uitgelopen voor de mooiste optocht van het jaar. Uw opstoet, ik ga u heel veel plezier wensen. Dankjewel. Dit wordt voor u uw tweede keer. Ja, tweede jaar. En waar gaat u dan? Het is ook een beetje anders voor u straks, hè? Ja, de vorige keer stonden we heel hoog. Nu staan we weer heel laag. Ieder jaar is anders. En het leuke is dat je ziet dat heel veel mensen op straat opkomen. Het verenigingsleven is echt aanwezig in Tilburg. En veel plezier. Dankjewel. Prins Robert, de neurste met zijn gevolg. We hebben die dus eventjes op een limousine gezet. En ik vind het wel gezellig eigenlijk zo. Hij is goed zichtbaar, zwaait naar iedereen. En het zonnetje komt erbij. Heren, tot straks. Geniet ervan. Van uw opstoet. Ja, met enig gezond chauvinisme kondigt hij deze opstoet aan als de mooiste van het jaar. De mooiste van Brabant. Ja, daar zijn alle Tilburgers natuurlijk van harte met hem eens. Ik wel in ieder geval. En het moet ook gezegd worden, het is zeker één van de mooiste optochten die we beleven in Brabant. En wij verheugen ons dan ook op de komende uren. Met al die creativiteit die de inwoners van Kruikenstad zo eigen is. Ja, dat zijn dan de Tilburgse kleuren waar jouw hart in elk geval sneller van gaat kloppen als je ze ziet er ook hier. Zeker. Oranje-groen, hè? De kleuren van Kruikenstad. En dit is de commissie Spulleke, die verkoopt dat. En die worden nu gewoon nog in de optocht verkocht. Ja. Op het moment dat mensen nu zeggen, ik wil zo'n ding, dan kan dat. Ja, vandaag in de aanbieding zie ik. Normaal is hij 11 en nu is hij 10. Dus meenemen, wij zijn. En pas met zo'n sjaal hoor je er echt bij, hè? Want ik loop met die Brabant sjaal. Ja, het kan, maar het is... Dat mag. Je mag in Tilburg, we heet iedereen welkom. Je mag prima met de sjaal uit Oeteldonk of het Lampengat hier lopen. Maakt niks uit. En, maar het helpt wel, hè? Het zijn toch de mooiste kleuren, Arjo. Daarom. Kijk, de mascotte van Willem II loopt ook mee. Tilburg is altijd traditioneel eerst een reclameoptocht. Die slaan we over in dit verslag. Maar dat is er dan eigenlijk al best een hele stoet die voor die optocht uitgaat. En dit is dan nummer 1 en nu is de optocht dus eigenlijk echt begonnen, hè? Ja, vriendengroep, hallee. En die gaan lekker apres-skiën met z'n allen. En die sfeer wilden ze ook in de wagen hebben. Nou, dat is best gelukt zo te zien. Ik denk dat ze lol hebben, toch? En we
we zien toch ook dat hele voorzichtige zonnetje over het parcours strijken. Dat ziet er meteen heel erg mooi uit. Over de weergoden hebben ze hier in Kruikenstad niet te klagen vandaag. De vooruitzichten zijn niet erg goed, maar vandaag valt het nog alles mee. Ja, er was gisteren nog sprake van, een interview ook in de krant. Van ja, als het nou heel hard gaat waaien, windkracht 6, dan mag het niet doorgaan. Maar gelukkig is daar helemaal niks van te merken. Ja, een mens leidt het meest onder het lijden wat hij vreest, Rogier. Dat gaat ook in dit geval op. En we hopen dat het ook voor morgen geldt. Want er zijn natuurlijk morgen ook weer talloze optochten in Brabant. Er wordt onstuimig weer voorspeld, maar laten we ervan uitgaan dat ook dat opnieuw mee zal vallen. Nou, dat is een heel ding wat hier die bocht moet maken. De bocht waar wij als Omroep Brabant onze spullen opgesteld hebben deze keer. Net als voorgaande jaren. En waar we een goed zicht hebben op een opstoet. Nummertje 3 alweer. De Kapucientjes die bouwen aan de toekomst. En daar zien we dat thema. Adviseren doe geen zeer. Adviseren doe geen zeer. Nee, steek de handen uit de mouwen. Zorg dat het werk klaar is. En zorg dat je met z'n allen samenwerkt om er iets van te maken. Nou, de handen steken ze uit de mouwen. Is het de handen voorop zitten? Dat is de eerste grote wagen die we zien. De Kapucientjes, weet jij daar iets van, Rogier, over deze club? Niet meer dat het inderdaad een bouwclub is. Leuke mensen, leuk. Ik kom wel eens in die bouwhal. Wordt er altijd welkom geheten. Sowieso bij al die clubs is dat echt altijd het geval. Het zijn gezellige mensen, zullen we zeggen. Dat is te zien. De Kapucientjes. En dat is een van die grote wagens. Het Tilburg, ja, hoeveel hadden we er geteld op de 100? Ja, een stuk 9, 10 zo. Ja. En dan grote wagens. En die bouwen ze allemaal samen in de grote bouwhal. En die moet natuurlijk ook bekostigd worden. Dus daarom dat vooraf ook die sjaals verkocht moeten worden. Want onder andere daarvan moet het weer betaald worden. Dat is een groot onderscheid met bijvoorbeeld de optocht zoals we die gisteren in Lampengat Eindhoven zagen. Daar zie je heel veel grote wagens en wat minder voetvolk. Hier is dat eigenlijk net andersom. Water! Want jij moet nog omroepen, hè? Of dat ik water wil drinken. Laten we maar water doen, inderdaad. Ja. Oké, okay, en dan leggen we een kaartje ondertussen. Jokeren, dat is wel heel lang. Kunnen we niet gewoon een beetje pokeren of zo? Matje, drink lekker. Ja, oké. Is goed, hart of vrouw. Is dat goed? Hart of vrouw. Oh, oké. Okay. 100 punten. Dus daar geen water op, hè? Oké, en dan stift, Jack in the Box. En dan win ik ook nog. Nou, dan neem ik het water mee. Nee, en dan, ik heb een joker. Oh, hij heeft al een joker. Ja? Jullie hebben ook nog de parasol meegenomen, heren? Maatschap dubbel D. Nee, als we gaan drinken met maten, dan hebben wij onze parasol. Nou, dan neem ik deze mee op zoek naar nieuwe maten. Op een mooie opstoet. Och, er komt nog wat achteraan ook nog. Ja, gisteren hadden we motto geniet maar niet met maten. Dit is dan afficheren, maar wel met maten, hè? Dus hard werken kan best, maar niet te hard. We moeten toch mee z'n allen voorbereiden, dit, hè? Precies. Het is echt zo'n typisch dialectwoord wat je alleen maar in Tilburg hoort, hè, dat afficheren. Afficheren, ja, ik ken het nog niet van tevoren van andere dialecten. Nee. Dus het is echt een Tilburgs woord. Het is fender als je Pipo bent. Of leuker als je Pipo bent. Een band van Pipo's. Carnavalsvereniging de Snordrukkers noemen ze zich. Droekers, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Snordrukkers. De Snordrukkers. De drukkers, nou. 20 personen ongeveer, deze club die vanuit school en studie al sinds 2007 fanatiek meedoen. En dit jaar dus als clown, als Pipo. Adviseren doe geen zeer, maar het is leuker als je Pipo. En dat valt ook op hier in Kruikenstad, dat er heel erg gevarieerd wordt altijd op dat thema. Hè? Dat thema gaat niet aan de mensen voorbij, ze doen er echt iets mee. Nee, het thema wordt dinsdag aan het einde van carnaval gepresenteerd op het Subiet. Dus Subiet, dan is het Mergen, was ook een liedje. En dan wordt het gepresenteerd. En dan moet iedereen, gaat er alweer druk mee in de gang. En verzint alweer motto's van hoe gaan we daar volgend jaar een opdracht gebruiken. Ja, en hier zien we het dus ook weer terug. Adviseren doen geen zeer. Sous-chefs in de categorie mes en tweeën. Mes en tweeën. Het is wel kloten met zoveel noten. Het zijn
Tilburg allerlei categorieën waarin je prijzen kunt winnen. En dat gaat van de hoogcare, dat zijn dan de echte hoogcare. Je kan dat beter zeggen. De hoogcare. Hoogcare, stoltcare, strup, klokt, griepke, mezen tweeën en alleenig. Dat zijn dan alle categorieën die er zijn. Enthousiast publiek, ook op deze zondag weer. Kleine Twanie. Dag mama. Dag papa. Degene die ervoor moet zorgen, nou ja, niet alleen, maar je haalt uiteindelijk winnaars over. Hè, voor die alleenig en die met z'n tweeën en hoogkeren en noem maar op. En dan, voor mij wordt het ook al de derde keer dat ik de nopstoet doe. En dan zie ik steeds hetzelfde gezicht en dat is heel makkelijk te onthouden met jouw bril natuurlijk. Dus onderdeel van de jury. Ja, ik mag weer jureren, coördinator, dus ik mag de loopgroep een beetje bij elkaar houden. Yeah. En het is iedere keer een feestje om het te mogen doen. Nou is het wel zo dat iedereen houdt zich een beetje bezig met een ander onderdeel, hè, van de optocht. Klopt. Iedere individueel jurylid heeft een eigen categorie om te jureren. Dat gebeurt allemaal heel eerlijk. Dus niemand kan van elkaar afkijken wie wat heeft beoordeeld. Dat zou natuurlijk niet objectief zijn. Oké, dus stel je voor, er komt een loopgroep langs en die denken, oh, hier staat de jury. Die ga ik nu eventjes helemaal op mijn best doen. Ja. En die andere 3 kilometer, die lopen we zo. Dat werkt. Nee. We zien van ver en al aankomen van wie komt eraan, hoe is de interactie met het publiek. Ja. En dat begint niet op het moment dat ze bij ons aankomen of bij de Kamer van Omroep Brabant aan beland zijn. Maar echt vanaf het begin tot het eind volgen ze en ze worden echt objectief beoordeeld. Oké, nou, dus jij terug naar de rest van het groepje dan, hè? Ja, mag ik even meekijken? Ik heb er maar één gehad tot nu toe, hè? Ik heb maar één gehad. Ja, maar er komen nog veel meer natuurlijk. En ik heb nog een hele lijst die allemaal nog goed weg. Jee, wat ben jij streng. Nou, rechtvaardig. Rechtvaardig, ja. Streng, maar rechtvaardig. Ja, precies. Voor gewoon de nieuwste. Er moet wel een gedegen winnaar uitkomen, hè? Ja. Er is heel veel tijd, energie gestoken, dus men verdient de prijs. Ja, eerst we gaan gewoon weer verder kijken naar wie dat de kans maken op die prijzen natuurlijk. Veel plezier. De groeten allemaal uit Tilburg. Dit is Jan van Dijk. Ja, die doet al voor de 22e keer mee. En die houdt het daarmee draaiende. Nou, dan zie je, alles draait hier rond op Jan. Hij is 66 en inderdaad voor de 22e keer mee. Dubbel jubileum dan, hè? Ja, ja. Ja, dat zijn de echte veteranen natuurlijk van deze Kruikenstadse opstoet. En dan zien we alweer een van de grotere wagens komen. Overigens kunnen ook mensen die thuis zijn meestemmen voor de publieksprijs. Misschien wel leuk om even te zeggen nu, ja. Rogier. Dan moet je goed kijken. Ze hebben allemaal een nummer bij zich. En dan moet je optocht en dan dat nummer sms'en naar 3669. Dus nog een keer optocht 3669. Nou, hier zie je bijvoorbeeld voorop loopt nummer 9. Dus hier adviseren je er geen zeer. Dus loop ermee naar Rio deze keer. Dat zijn de Chantenelles. Nou, wil je daar bijvoorbeeld op stemmen of steun je deze dames? Dan zeg je optocht 9 naar 3669. Allemaal voor de publieksprijs. Je hebt er helemaal niks van. Dat wilde ik niet weten. Dat is zo erg. De kerstken is op. Hij houdt niet meer vol. De kaas is op. Deze twee noemen zich publieke relaties, met z'n tweeën. Dus zij drijft hem steeds voor, maar zijn kaas is nu al op. En hij moet nog zo'n heel stuk op. Toch? Ik heb er niks om. En ik raak hem niet kwijt. Sis wil hem ook niet. Ja, we kijken hier eigenlijk uit op het Piersplein, hè? En we staan dan op de hoek met de camera's waar ze rechtsaf slaan de pleisering op. Ja, en dan gaan ze richting de Kattenrug. Dus dat is dat flatgebouw wat over de weg heen gebouwd is. En hier zien we een wagen van de buitencategorie. Dus die komen uit een ander dorp, in dit geval Goorlen. Daar hebben ze of gisteren al meegelopen of slopen morgen. Dan ben ik even kwijt. En die doen dus mee in de buitencategorie. Onder de titel Carnaval is één groot circus. En ook de buitencategorie kan in de prijzen vallen, maar dan weer in die categorie. In die categorie. Dus die zou ook nooit kunnen winnen van een andere categorie. Echt uit een Tilburgse bouw. Ja. Verschil moet er zijn, toch? Verschil moet er zijn. Nou ja, ze hebben natuurlijk ook ergens anders al meegelopen. Ja, zo is het.
Maar toch leuk voor de mensen die al deze moeite gedaan hebben om dan... Je kunt gewoon je wagen nog een keer laten zien, hè? Daarom. Ben je het hele jaar aan het bouwen voor één dag? Dan kun je het ook twee dagen doen. En niet aan het geringste publiek, want we zien dat er toch weer vrij veel volk langs de kant staat. Ik herinner me, vorig jaar hadden we zon. Was het zelfs een klein beetje warm op het parcours. Het was natuurlijk uniek toen voor februari. Maar je ziet nu eigenlijk niet heel veel minder publiek. Nee, mensen komen toch wel, hè? Ja, ik denk dat mensen ook op tv zien dat het een hele leuke optocht is. Het is een gezellige, interactieve optocht. Veel met het publiek gepraat. En ik denk dat dat ook de kracht is van deze optocht. En dat mensen daarop willen zien. Veel actualiteit. Dat gaan we nog beleven. Wat we hier zien is me niet helemaal... Kijk, dat zullen de Kaaische dames wellicht zijn. Even kijken, hoor. Het is soms ook in deze opstoet. Het is af en toe wat speuren voor ons als commentatoren om te zien wat komt er nu weer langs. Een Primark. Want het gaat vaak. Kruikestad durft het niet aan. Bij ons in Kaaien gaat, kan die zon even de action staan. Ja, het is net wat je zei, hè? Actualiteit. Dit gaat natuurlijk over dat geval van dat gemeentehuis wat weg moet voor de Primark. Ja, of de Primark dan naar Tilburg komt. En er is nog sprake van dat ze naar Breda gaat. Dus de kogel is nog niet door de kerk. Ja, dat is goed. En ik kan maar niet, hè? Nee. Maar jij wil graag goedkoop winkelen. Ja, nee, maar moest kijken, hoe gaat ze? Ja, enig toch, vind ik. Nee, dat gaat zo niet. Nee, oh. Ik zei echt toen niet aan. Dat is echt toen aan de Primark. Oké, nou dan, zij het al passen vast. Ik zou gewoon zakken rollen als ik jou was. Gewoon, ja, een Primark op zijn Tilburg, hè? Kei voordelig. Nou, dat is even de muziekgezelschappen. De carnavalsorkest De Nagers. De Nagers, dat zie je van ver. Als je oranje-zwart ziet, dan weet je dat De Nagers in aantocht zijn. Die hebben al, nou, sinds dat ik kind was, bestaan, waren die al oranje-zwart. En die doen altijd mee in deze wagen. En ik vind het ook leuk dat de muziek in zo'n optocht is. Zo is het. Muziek in de tent. Ja, dat is natuurlijk wel ook muziek maken, maar ja, goed. Nou ja, muziek in de container is duidelijk. Het is een aangepaste container natuurlijk, dat die vrachtwagen. Het staat wel lekker droog als het regent. Dat zal er vandaag niet aan gebeuren. Er wordt niet echt regen voorzien. Er trekken af en toe wat donkere wolken over, dat wel. En zodra je de pleistering op. Het is nog iets gewijzigd, hè, dit jaar. Niet dat we daar hier iets van zien, maar er is naar aanleiding van vorig jaar een kleine wijziging gemaakt. Het Radioplein. Ja, het Radioplein is een klein plein. Hier ergens in het centrum. Daar staat ook het beeld van de Kruikenzeiker. Dus daar willen we eigenlijk wel langs. Maar het was zo verschrikkelijk druk vorig jaar. Er waren gewoon gevaarlijke situaties. Er is niks fout gegaan, gelukkig. Maar om dat te voorkomen, is nu net een iets andere route genomen. En gaan ze eigenlijk weer door de Heuvelstraat, door de Grote Winkelstraat gaan ze ook. Ja. Maar ja, wel een beetje sneu dat de Kruikenzeiker nou de optocht niet zien. Ja, ik denk dat hij was al genoeg. Ik had genoeg op de foto gedurende carnaval. Ik zag gisteren echt 6 Chinezen eromheen staan die een foto gingen maken. Echt waar? Ja, nou, ja. Oh, dat is een mooi beeld. Chinezen die zichzelf laten fotograferen bij het beeld van de Kruikenzeiker. Die staat er het hele jaar. Dat staat het hele jaar. Ja, dat heeft de Carnavalstichting bij het 11 of 22-jarige bestaan van de Carnavalstichting cadeau gedaan aan de stad. Weg, maar het waait hard genoeg, die komt zo meteen alweer terug. Een van de leukste muziekjes die altijd weer verzorgd wordt ieder jaar, vind ik, met carnaval, dat komt via Vulgair. Normaal is dat een hele club. Wim, waar heb je de rest gelaten van de band? Ja, die staan daar de optocht te kijken, een stukje terug. Dus, jongens. Dus jij gaat zo meteen naar hun toe, maar wij hebben eigenlijk altijd een soort afspraak met jullie, hè? Ja, ja, we komen altijd even een flesje schrobbelen brengen voor, om de stemmen te blijven smeren natuurlijk. Ja, dat vinden we ook heel belangrijk. Vinden we ook voor de cameramensen en zo, hè, beter. Ja, dat is ook wat kunnen drinken. Heel belangrijk, ja, inderdaad. Dus dan neem ik hem gewoon over. Dus op een mooie traditie, Wim. Vulgair, wat trekt er aan? Nou ja, in jouw geval gewoon... Ja, op zijn kruiks, hè? Ja. Inderdaad. Dat ziet er ook niet verkeerd. Nou, dankjewel. En ook aan de kleuren gedacht, hè? Heel goed. Ja, precies, ja. Hé, dankjewel. Hele fijne opstoet, hè? We gaan er weer verder van genieten. Deze gaan we uitdelen. Wij adviseren aan de baar. Ja, dat is carnavalsvereniging Vulchans, hè? Ja. Nee, dus... Ik zie het verkeerd. We zijn alweer weg, verder. Vulchans is inmiddels voorbij. Ja, die is nog weer voorbij. Het gaat zo hard hier. Adviseren aan de bar.
Ja, toch is dit veel chance. Volgens onze telling zou dit op nummer 15. Maar nou, toch, dan zo die maskers op, hè? Je kent ze dan niet. Het zijn de prima ballerina's. Maar ook hier zit weer een verwijzing naar die Primark in. Want ze noemen ze ook de Primark ballerina's. Ja. Carnavalsvereniging veel chance. Meteen gevolgd door de superbrietjes. Ja, die heten de lesbries normaal gesproken, deze carnavalsvereniging. En die avanceren met superkrachten. Daar draaien die brietjes een hand over om. Dus ze heten voor één dag de superbrietjes in plaats van de lesbrietjes. Ja, als het goed is zie je ons nu. Vanuit onze commentaarpositie, wij zitten warm en ja, droog is iedereen. Droog, ja. In het MNS makelaarskantoor, ja. Paul Mols, die voor de zoveelste keer, ik geloof dat we hier al voor de vijfde keer zitten of zoiets. Paul Mols die deze ruimte beschikbaar heeft gesteld. Nou, ja, wij zijn er blij mee. Ja, wij zijn er blij mee. En vanuit deze positie kunnen we het allemaal heel goed zien en kunnen we vertellen wat wij allemaal weten over deze opstoet. Kijk, ja, er zijn meer mensen die van boven kijken naar die optocht. Maar het meeste publiek staat natuurlijk toch langs de kant, hè? Jazeker. En dit is de wagen van de Gurkse Turk. Ik denk de oudste carnavalsvereniging in Tilburg. Die vierde vorig jaar een 66-jarig bestaan. Ze zijn ouder dan de carnavalstichting. En ze bouwen ook al jaren. De Gurkse Turken, ja. Een typische naam, hè, eigenlijk voor een carnavalsvereniging. Uit het Gurken, zo'n wijk. Ja. En ook hier weer dat avanceren. Ik avanceer alle dagen door me aan deze vee te wagen. Ja, dat moet dus een boer voorstellen die hierop zit. En die hoedt zijn vee. Het thema avanceren doet geen zeer. Van werken krijg je niks. Zo wordt ook wel eens gezegd. Maar Tilburg zeggen ze dan avanceren. En natuurlijk is er over deze carnaval weer hard gewerkt. In allerlei bouwhallen waar mensen vanaf september inderdaad de handen uit de mouwen steken en er alles aan doen om het op tijd af te krijgen. Ja, we hebben nu zo 3 of 4 jaar een nieuwe bouwhal. Hypermodern met blusinstallaties voor als er iets mis mocht gaan. En daar zitten de meeste. Daar zitten de meeste in. Dan kunnen ze allemaal samenwerken om de goede veilige omstandigheden naar je werk te brengen. Ja, dan ziet de concurrentie wel wat je doet, hè? Ja, maar het is juist, het zijn meer conculega's eigenlijk, want ze helpen elkaar samen. Als je op kruikenstad.nl kijkt, dat is onze website, daar zie je, er is gisteren nog een filmpje opgeplaatst, een reportage uit de bouwhal. En dan zegt ook een van de deelnemers van, ja, weet je, we hadden het niet kunnen doen zonder de hulp van die andere grote verenigingen die al jaren zitten. Dus het is echt een club die elkaar helpt. Ja, ze organiseren ook samen bijvoorbeeld het Wargenslauwen, een paar weken voor carnaval. Kan iedereen alvast even komen kijken naar de voortgang. Dat is natuurlijk goed voor de samenhang van zo'n carnaval, dat je gewoon samenwerkt en niet tegen elkaar. Uiteindelijk is het wel weer een wedstrijdje vandaag, want dit is bijvoorbeeld toch weer de Gurkse Turken. We hopen natuurlijk toch op een prijsje vandaag. Tuurlijk. En hoe hoger je eindigt, hoe meer je het geld natuurlijk verdient. Er zit ook een geldbedrag aan vast natuurlijk. En die wagens zijn niet gratis. Mooi versierde mensen langs de kanten, want ja, je doet het natuurlijk omdat je het applaus in ontvangst wil nemen en de O en A blikken en noem maar op. En ik heb een duivels leuk publiek gevonden, denk ik. Daar gaan we eventjes checken. Dus duivel 1 en duivel nummer 2, Omroep Brabant. Goedemiddag, dames. Goedemiddag. Jullie zijn zussen, denk ik? Nee. Vriendinnen. Vriendinnen. Nou, jullie hadden zussen kunnen zijn, denk ik, dames. Dat kan ook wel, ja, inderdaad. Maar als jullie carnaval gaan vieren, dan spreken jullie dus onderling wel af van wat moet het worden dan dit jaar? Dat moet het worden, ja. En we maken altijd alles zelf en we blijven onder het tientje. Dit is budgettips, vloep vloep, voor carnaval. Dus dit was minder dan 10 euro? Minder dan 10 euro, even lachen. We gaan even laten zien. Dus zon, engel, zonne, duivel. Daar heb je er gewoon zelf op zitten plakken dan? Ja, waarom niet? En dan het capeje en dan een pruikje. En dan hebben we nog van alles gaan laten zien. Laten zien. Jas open. Striptease, Omroep Brabant, jongen. Oh ja, zwart pakje aan. Ja, tada. En dan voor de mensen die denken, ja, dat is 10 euro. Dan heb je 2 gouden handen nodig. En daar heb ik niet. Dus hoeveel uren werk is erin gaan zitten dan, dames? 10 minuten. 10 minuten. Ja. 10 minuten, 10 euro. Jullie verdienen een rubriek gewoon volgend jaar, vind ik. Ja. Voor het Five Fish in die café of zo, hè? Dat... 4 of 5 pakken gemaakt. Gaat altijd goed. Het is altijd leuk. Oh, die ga ik onthouden gewoon. Als ik inderdaad niet meer het kledingbudget krijg, 10 minuten onder de 10 euro.
Ik ga even adresgegevens uitwisselen. Dat is handig. Dat gaan we even regelen, oké? Okay? Prima. Hij moet nog af. Doe af, doe even plannen. De prinsaanbidsters noemen zij zich. Adviseren doe wel, zie je. Nog tijdens de optocht adviseren om het schilderij af te krijgen. Waarschijnlijk gaan ze op de heuvel aan de prins geven. Ze hebben het in elk geval niet op tijd afgekregen. Ondanks het feit dat ze de handen uit de mouwen hebben gestoken. Daarom doen ze dat nog maar tijdens de optocht. Hè? Ja, er zijn veel mensen fan van deze prins. Hij ligt goed. Prins Robert, die het voor de tweede keer doet nu. Ja. En daar blijft het bij dan, Rogier? Of kan een prins in principe langer door? Een prins kan langer door. Het is aan de prinsencommissie om te bepalen als een prins langer gaat. Maar ik geloof wel dat het maximum 3 jaar is. Doe maar even zitten. Dus het zou nog een keertje kunnen. Het zou nog een keer kunnen. Maar Tilburg is tevreden met prins Robert. Zeer tevreden. Kijk, dit zijn de kwikmadrillen. Altijd in het roze. Ze hebben ook ze slapen ook allemaal samen. Dan heet het de Rosidentie. Ze slapen allemaal samen tijdens de kamer. Ja, die meiden, die logeren allemaal samen. Ja. Die laten de mannen thuis en... Waar doe ik het zeer? En het zijn... Doe maar even zeer, zeggen ze dan. Dus dat is afverzeren weer een beetje verbasterd. Ja. Nou, een roze verpleegstersbrigade. En die maken er altijd wel goed werk van. En het ziet er prachtig uit. Ik weet niet wat er in dat infuus zit, maar volgens mij was het iets met alcohol. Vast. En ook hier weer dat geoude hoer over de dranghekken heen met het publiek. Die maakt het leuk, blijft het plakken. Doe maar even zeer. Is het snel recept? Hallo. Oh, ik wil ook een snel recept. Een snel recept wordt, ja, ik was even mee aan het kijken. Dag. Goedemiddag, hoe is dokter. Met u? Nou, ja, een beetje wiebelig op de benen wel. Zegt u? Een beetje wiebelig op de benen. Maar we hebben pleisters voor, geen probleem. Oh, okay. We hebben een hele goede pleister. Oh, zullen we meteen beginnen? Ja, dat is goed. Knie, zo ongeveer, ja. Wel een moeilijke plek, mevrouw. Dokter, dan doen we dat wel even zo. Dan wordt het helemaal spannend nu. Ja, doen we hem daar? Oké, ja, prima. Dan zal ik ook een beetje hier voor u doen, want dit is ook een probleemgeval. RSI, zie je, inderdaad. Dat u hem niet inslikt. Dat we hem niet inslikken. Nee, dat is goed, ja. Kan ik u helpen? Ik ben met mijn zuster gekomen. Niet? Nu is het al dan geregeld gewoon. Hmm. Goed. Ja, oké. Okay. Nou, dank u wel, dokter. Ja, sterkte met uw probleem. Hè? Ja, met het probleem. Dank u, dank u. Het waren de kwikmadrilletjes. En hier zien we TSV Noat, dat is een voetbalvereniging. Ja, die hebben een soort circusact voeren ze op met een kanonskogel, een levende kanonskogel. Als we adviseren, dan schieten we op en dan gaan ze heen geschoten worden. Dat is een hele oude voetbalclub met een rijke historie hier in Tilburg. 106 jaar bestaan ze maar niet, ja. Ongelooflijk. En ze doen voor de 8e keer mee aan de opstoet. En ze schieten mee scherp. En ik begreep dat het een multicultureel gezelschap is. Er zit ook een Turkse deelnemer bij. Die zich heeft laten overhalen om aan dit feest mee te doen. En zijn teamgenoten zijn heel benieuwd hoe het hem bevalt. Ik weet niet of hij ook de kanonskogel is. Dat denk ik niet. Voetbalvereniging Noat. We zijn toch wel een klein beetje benieuwd wat er nu gaat gebeuren, Rogier. Ja, ik ben ook vol stilte aan het wachten. Ik praat door het moment suprême. Komt hier nu straks die menselijke kanonskogel en valt hij in dat... Wow. Hoppatee. Jawel, daar is hij. Uit het kanon geafficeerd. Nummer 21, je ziet het. Dus de kop is eraf van de Kruikenstadse opstoet 2016. En we gaan meteen door met de volgende. Dat is het lopend buffet.
Eten op uw gemak, kunt bij ons zo willen, maar moeten niet proberen. En ze lopen dus gewoon door. En de carnavalsvereniging heet ook zo, hè? Lopend buffet. Buffet, ja. Ja, volgens mij is het, ik weet niet of het kou buffet is, maar misschien dat volgens mij is het kou buffet die nou bedoelt als lopend buffet, maar dat weet ik niet zeker. Aanschuiven. Ja, ik heb wel een beetje opschieten. Ja, anders houdt het op, hè? Want het loopt hard. Het loopt hard. En anders krijg je de opstootvertraging. Wilt u een patatje oorlog? Lekker. Nee, heb je nog iets anders? Ook zeven nog? Gangen diner. Zeven gangen, ja, dat is goed. Hotdog. Oh, hotdog. Een pit, een heet hond. Een berenklauw. Een berenklauw. Oh, ja, ja, ja. Een gebakken sliptong. Gebakken sliptong. Oeh, dat is wel het meest spannende op dit moment. En? Ja, dat is een beetje in de soep gelopen, maar daar proef je niks van. Oké, okay. Nee, dan wil ik toch de sliptong, denk ik. Ja, en? Een klassieker, hè? Sla. Sla. Oh, die is ook wel heel lekker. En wat, dan de laatste? Ik ben mijn groentes vergeten. Ze zijn helemaal kwijt. Nee, dan ga ik de sliptong toch halen. Dat was wel het meest spannende. Heel goed, toch? Ja, dat is wel een aanradertje. Oké, okay, ga er achteraan, anders dan missen we het dessert. Dankjewel. Ja. Dit is de avancerende cabine, zo noemen ze zich althans, dit jaar. Goed gedaan. En we kijken rustig om te ontdekken wat het idee hierachter is. Dit is een soort cabine. Avanceren voor kleine kinderen is al moeilijk. Avanceren mee. Ja, ik ben niet eens. Ja, zo gaan we ook van de een in de ander. Het gaat zo snel. Je komt ogen en oren tekort om het allemaal te volgen. Ik hoorde net bij Eefke dat fragment van dat liedje Slar, mee jij, mee jij, mee jij. Mee jij, mee jij, mee herpel, slar, mee jij. Dat is het klassiek Tilburgse recht. Slar, mee jij, mee jij, mee herpel. En ik wist dat jij het zou gaan zeggen. Ja, ze zijn niet helemaal klaar, maar ik heb hier heel lekker zwaaien. Want we zitten op 21 minuten kijken op een heel klein schermpje. Terwijl wij hier live in de landstoet van Kruikenstad zijn. En dit is de schooiwagen die daar nog tussendoor komt. Ja, die is niet voorop. Ja, dit is Ludo van Vliet, een van de leuteraars van Kruikenstad. En die staat op die schooiwagen. En die moet dus geld ophalen voor die bouwhal, want dat kost nogal wat centen natuurlijk. En normaal gesproken gaat deze wagen voorop. Maar die is op de een of andere reden. Nu niet. Ik zwaai even naar Ludo. Ludo zwaait naar men. Ja, dat zie je natuurlijk ook, hè. Dat mensen zich steeds bewuster worden van het feit dat hier op de hoek de camera's staan die de sleutel zijn tot de rest van Brabant. Want er wordt natuurlijk altijd heel goed gekeken naar optochttelevisie van Omroep Brabant. En ook deze opstoet van Kruikenstad laten wij van begin tot het einde zien. We zijn hoe lang onderweg? Toch alweer een half uurtje. En we zijn er nog lang niet, dus er komt nog heel veel moois. En al die mensen die niet in staat zijn of wat verder weg wonen en niet hier langs de kant staan, die krijgen het op een presenteerblaadje gepresenteerd in deze live-uitzending vanuit Kruikenstad. Nummer 25. De bombejourders. Bombejouren doen geen zeer, avanceren des te meer. Ik weet niet of het van vorig jaar kunt herinneren, maar toen was het thema, we gaan weer bombejouren. En daar verwijzen zij dan als vereniging ook, ja. Nee, die heet ze echt zo. Die heet al jaren zo. Dus dat is toevallig. Maar nou, je het zegt, ja, bombejouren. Dat was het thema vorig jaar. Ja. Het woord van 2015 en dit jaar is het afverseren. En dit is toch wel weer een van de mooiere grote wagens die we hier zien van de bombejourders. Ja. Ze zijn heel ambitieus in het misschien ooit behalen van de eerste prijs, zeg je wel eens. En zij zeggen ook, ze zei het laatst nog tegen mij, zonder hulp van de schelpdraaien, de bierschap en de verfbeelden van die oude clubs die er altijd in zitten, was het een stuk moeilijker geweest om deze wagen te bouwen. Het is een relatief nieuwe groep. Ja, en je moet het maar kunnen. Het is toch vaak de kennis die dit soort clubjes opbouwen. Door generaties heen eigenlijk, van hoe maak je zoiets, hè? En het is mooi om te zien dat soort kennis en kunde niet verloren gaat. En ook gewoon gedeeld wordt met andere clubs. Ja. En dan knallen we meteen naar de percussieband OS Amigos, Os Amigos. Ze doen voor het eerst mee.
Maar plezieren doe geen zeer, voor een rondje speelt Os Amigos nog een keer. Veel plezier in om een klein beetje swingende ritmes in die optocht te verstrooien. Ja, ik vind het leuk. Je ziet wel vaker dit soort bands tegenwoordig. Het zorgt wel voor sfeer. Het zorgt wel voor zelfs de grootste houten handicap met zijn heup op en neer om hier te dansen. Ja, zelfs wij hier in onze commentaarpositie zitten een klein beetje mee te schudden nu met de ritmes. En dit is bij het gasthuis. Even kijken hoor. Ja, het gasthuis. Ze zijn zo trots als een pauw om een kruik te zijn. En dus gaan ze als pauw dit jaar. En die naam gasthuis die is afgeleid van de vroege benaming van het ziekenhuis. Dat noemen ze gasthuis. Ja. En daar hebben ze gewerkt dus vandaar. Voorheen deden ze mee als de twee stedelingen en nu dus als het gasthuis. En ondertussen de kerkuilen die dit jaar 4x11 jaar bestaan, dus die hebben een mooi jubileum. 44 jaar maar liefst. Ja, dan moeten we toch even meelopen die optocht. Ze hebben er zelfs een klein wagentje voor gebouwd. Leuk. Zak is lekker deur, ja. Door de deur gezakt. Het is lastig lopen zo, hè? Ik vraag me ook af hoe zij zo meteen vooruit komen. Zij staan ze op. Ja, ze staan ze op. Ja. Die hebben morgen spierpijn in een hurken, denk ik. Meestal komt dat pas na carnaval, hè? De spierpijn. Ja, ja, ja. Dat drink je gewoon doorheen. Woensdag spierpijn. Dat is heel goed dan, denk ik. Dat is onhandig bier drinken zo met die tanden. Daar denk jij dan weer aan, Rocky? Daar denk ik, ja. Het is carnaval, hè, Arjo? En hij ook, want hij zakt ook lekker deur. Hij zakt lekker deur. Ja, dat is toch een prachtig gezicht zo als je... Zo het Piersplein opkijkt hier in Kruikenstad. Al het publiek, al die kleuren. In afwachting van wat er nog meer komen gaat. En er komt nog heel veel. Maar er zit ook een hoog tempo in. Zeker. Ginnegraat. Mijn vrienden van Ginnegraat. Die zitten in de kroeg waar ik vroeger altijd werkte. En die zijn dit jaar Loes. Dus een verwijzing naar Loesje. Dus allemaal spreuken. Maar het goed waar, ik kan net niet lezen. De kook was. Als het goed waast, wordt het van ergens wit. Dus als je het goed was, dan wordt het vanzelf wit. Het is geen loesje, maar loesje. Loes, ja. Cadeaukaarten van de V&D. Vat ze mee, vat ze mee. Heb je een verwijzing die actualiteit natuurlijk ja, de V&D, ja, die ook hier in Tilburg zit. Ja. Ja, kartje voor de loterij kopen, trekking 30 februari. Dat is allemaal zeer loesje. Bij men kunnen de kruikenmunten kopen voor 1,50. Die zijn natuurlijk eigenlijk 2,40. Geen punt. Dat fix ik wel. En hij is loes. Die organiseren op maandagavond altijd feest. Ginnegraatloos. Ginnegraatloos. Als in het gaat loos. Ja. Ja. Ja, zijn we weer beter. Oh, ze zijn doodziek. Ja, jullie zijn delirium, zijn. Delirium. En zij doet niks als spaar. Oh, ik moet denk ik overgeven. Daar heb ik geen seks bij. Dat heb ik net wel gehad, maar daar ben ik alweer kwijtgeraakt natuurlijk. Dus delirium, spugen en een rode hond. Mijn lip is gelift. En dan mag ik toch geen checkjes meer roken van een dokter, want dan springen mijn littekens zo. Oh ja, oké. Okay. Kortom, dit is een beetje een... spieren op een vierpersoonskamer. En ze liggen... Een aan elkaar. Nog het... En een zuster is er die maar roept op een zuster! Zuster! Maar er is helemaal geen zuster. Nee, nou ja, ik heb gehoord dat die verderop staat. Dan ga ik gewoon even kijken inderdaad, ja. En ik maak me als een mal uit de voeten, want rode hond en weet ik het wat nog meer.
Ja, ik moet vannacht de Brabantse Nacht zo lang presenteren op de radio van 12 tot 3. Dus het is niet handig dit, nee. Dat waren de meskes. 4 zieken. Maar volgend jaar zijn ze weer beter. Dus haakjes, omdat ze dan nog beter zijn. En ondertussen weer een wagen van de tunnelplekkers. Mee adviseren, windig in tijd. Allemaal poppen gebouwd die gebaseerd zijn op iets te maken hebben met tijd. Nou, Alice in Wonderland, daar zit een klokkenmaker natuurlijk in. We staan ook al sinds 1967, een oude club die al heel lang meedoet. Meer dan 100 leden, die hele club. En een deel daarvan is dan een bouwvereniging. Ja, ze zeggen je hoeft niet bang te zijn jezelf een beetje moe te maken. Maar tijd win je er vaak toch niet zo mee. Dus haastige spoed is ook zelden goed. Groot gezelschap, de tunnelplekkers, 100 leden. Uit 1967, ja, dan heb je het echt wel over de oertijd van het Tilburgse carnaval. Hè? Want het begon allemaal een beetje begin jaren 60. Toen begon het een beetje, ja. Ja. Volgens mij is de eerste opdracht toen in 66 verboden, dus door de burgemeester toen. Ja, vandaar dat we nu de 52e of 53e opdracht hebben. Ja, ja. Ja, klopt toch niet helemaal als ik even terugreken. Dat zal dan toch 63, 64 zijn. Ja, 63, 64, ja. Maar goed, ergens... medio jaren 60, de eerste optocht die verboden werd door burgemeester Becht. Die zei, dat moeten wij hier niet hebben, die heidense toestanden. Nee, het was natuurlijk een beetje, de scheiding van kerk en staat was toen nog niet zo aanwezig, zullen we maar zeggen. Nee, de pastoor zag het niet zitten en dus verbood de burgemeester het. Ja, dat zijn tijden, dat kun je toch vandaag de dag niet meer voorstellen. En het is grappig dat dan, als je lang ziet dat in Den Bosch toen al lang carnaval gevierd werd, hè? Hier hebben we... Ja. Men dacht, nog 50 jaar. Men dacht, als we de mensen dat feest geven, dan loopt het totaal uit de hand. Ja, Tilburg was natuurlijk ook het katholieke centrum, hè, van Nederland. Ja. Dus, maar we zien toch ook hier weer bij die tunnelplekkers hoeveel moois het opgeleverd heeft. Dat burgemeester Becht nooit had kunnen bevroeden. Als je het toen gezien had, denk ik dat het gewoon met terugwerkende kracht nog wat goed. Ja, dit ziet er toch fantastisch uit. Overigens komen daar ook de kleuren van carnaval vandaan. Van het, mag het wel, mag het niet. En vandaar het oranje-groen. Het stoplicht stond eerst op rood, toen werd het oranje. En uiteindelijk stond het licht op groen. Ja. Toen konden we los. En, ja. De autoriteiten konden het niet tegenhouden. Ook in Tilburg carnaval vandaar nu de 52e optocht. Het had inderdaad de 53e kunnen zijn als die eerste ook door had mogen gaan. Maar inmiddels dus een feestje wat de Tilburgers zich echt niet meer af laten nemen. Nummer 36, Frank en Sheila. Al 25 jaar, een lekker stel. Nou, ze zijn lekker. Cupcakes. Nou, die zijn vanmorgen ook al vroeg begonnen om zich mooi te maken samen. Net als deze. De lijntrekkers zijn dit, hè? Na 44 jaar afviseren zijn we wel toe aan een big party. 3, 2, 1, 4. We staan 44 jaar en hebben dus een big party. Een big party. Big party. Ook ervaren deelnemers aan de opstoet doen voor de 26e keer mee. Maar ze bestaan dus 44 jaar en dat is natuurlijk in carnavalstermen een groot feest. Zoals we dan Tilburg zeggen, de gamme vieren. Dat was toen het motto in de stad 44 jaar bestond. Dat gaan we vieren. En dan vieren met twee vieringen. Ja, ik zag hem aankomen. Ja. Omroep Brabant heeft een aantal toffe artikelen die je met carnaval eigenlijk moet hebben. Zoals de Brabantsjaal natuurlijk, maar we hebben ook het Brabander embleem. En die van dit jaar die is eigenlijk een limited edition, want daar hebben we een jaartal op in laten borduren eigenlijk. En degene die hem al heeft, ja, ik moest eventjes zoeken. Ja, jij hebt hem al. Dan is de vraag, waar heb jij hem gescoord, jouw embleem? Bij 3 uur vooraf. Hey, nou ja, bij 3 uur vooraf binnen willen komen, dat is ongeveer net zo groot de kans als dat je de kluis kunt kraken bij een hele goed bewaakte bank. Hoe ben je binnengekomen? Ik mocht met een vriendin mee, die moest daar heel toevallig zijn. Dus. Oh, die had geluk dat jij naar binnen mocht. Was je al vaker bij 3 uur geweest? 4 keer in totaal. De lucky cheeky bastard gewoon. Hoe was de editie van 2016?
Ja, super. Net als de eerste keer, tweede keer, derde keer, vierde keer. Ja, dus vervolgens ga je even die vriendin weer heel lief aankijken, of dat hij daar weer kan regelen. Ja, en meedoen met de loting dan, hè? Ja, precies, hè. Dat Omroep Brabant in de gaten houden en zo. Nou ja, deze heb jij dus al. Kun je die nog iemand anders blij mee maken? Ja, dat kennen we ook bij mensen. Oké, okay, nou, dan geef ik die aan jou. Dank je. En dan ga ik ervan uit dat jij deelt, hè? Dank je. Oké, okay, nou ja, goed. Helemaal prima, joh. 3 uurtjes vooraf en dan nu lekker bij de Nopstoet meekijken. We gaan nog even genieten, joh. Ik denk dat we op een derde zitten, dus we gaan nog gewoon even door. Wat zegt u? We gaan nog even door. We zitten op een derde, denk ik. En dat lukt wel, ja. Proost. Dank je. Ja, dan gaat de lijntrekkers, de big party. De trekker rijdt erachteraan in dit geval. Biggie moet ook een beetje opjagen. Misschien een goed tijd zit om nog even dat sms-nummer te noemen waar je kunt stemmen voor de publieksprijs. Optocht en het nummer van je voorkeur. SMS'en naar 3669. 3669. En dan vermelden dus optocht plus het nummer. We zagen zojuist nummer, wat was het? 37. 37 waren dat de lijntrekkers. Nou, bijvoorbeeld, daar kun je op stemmen. Of op deze, nummertje 38. Die gaan een wip maken. Harold en Carla zijn dit. Steken. Ja, wij maken een wip. Met z'n tweeën. Nou, dan aanschouw ik graag hoe de andere mensen werken. Dus ga het maar demonstreren dan. Dankjewel. Oké. Okay. Nou, ja. Rogier, vertel verder wie dat dit zijn en zo. Ja. Volgens mensen denken, moeten we de tv uit gaan zetten? Nu kan dit voor kleine kinderen volgens mij wel. Dit kan, ja. Harold en Carla zijn erg netjes. Het klinkt allemaal wat minder netjes dan dat ze doen, maar ze maken een wip. En dat is in. Ja, ik vind hem niet stevig oog hoor, maar... Je moet het zelf weten. Oké, okay, ja. En de wip is gemaakt, dames en heren. De wip gemaakt. Nou hebben wij een wip gemaakt. Doet hij het ook echt? Kunnen ja, wij kunnen erop wip. Demonstratie. Geloof er niks van. Tada. Applaus, dames en heren. Jee, toch? Jee. En Harold en Carla trekken verder en gaan een eindje verderop, denk ik, nog een wip maken. En Griep Kintouw die heeft al voor de prijsuitreiking prijs. Een kilo of wat prei. Al adviseerden jullie nog zo snel, wij komen er ook wel. Ad Aarts en Hans Nuiten zijn dat. Kom op, jongen. Als schildpadden. Hou vol. Ja, ik kan het. Je moet niet afmaken onderweg. Het is ook veel te vroeg carnaval, jongens, 7 februari. Maar deze is alaaf, iedereen zei het. Alaaf! En dan denk ik, ja, hij is alaaf. Alleen deze is niet af, gewoon, kan gebeuren. Maak hem onderweg nog af, ik maak hem onderweg nog af. Ja, kan gebeuren. 7 februari, ja, het is veel te vroeg carnaval, jongens. 7 februari, niet echt zo klopt. Ja, daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Het is uitermate vroeg carnaval dit jaar. En dat heeft veel bouwgroepen toch tot hard werken aangezet en hij heeft hem dan net niet afgekregen. Ik geloof dat wie was dat? Ruud Oerlemans, geloof ik. Ruud Oerlemans, ja. Ja. Al Aaf, die ene dan. Al Aaf, ja. Het is niet echt een kreet die hier thuis hoort, hè, Al Aaf. Jawel. Of toch wel, doen ze wel. Als de prins iets zegt, dan als hij een grap maakt of iets doet, dan zegt de hele raad, Al Aaf. Al Aaf. En daar hebben we een hele kudde elektrische tandenborstels. Carnavalsvereniging Pep toe eigen. Draadjes vullen geen gaatjes. Maar die zei wel. Kijk, ze werken ook nog. Leuk gedaan. Geweldig, hè? Draadjes vullen geen gaatjes. Dus poetsen die mond en niet zo zeveren. Oral W, oral T. Ook weer een verwijzing naar dat thema. Adviseren doet geen zeer. Praatjes vullen geen gaatjes. Niet zo zeven, maar gewoon poetsen.
Niet lullen, maar poetsen. Niet lullen, maar poetsen. Dat is eigenlijk een beetje het idee, ja. Het is voor het publiek ook niet zo moeilijk met zo'n optocht om dan de stemming een beetje vast te houden. Nee, het gaat zo snel. Er is overal iets te zien natuurlijk. Ik kan er niet mee zitten. Dat is Beppie. Ik kan er ook niet op zitten. Dat kan ik echt niet doen. En inderdaad, daar kun je ook niet mee zitten. Goedemiddag nog. Ik hoor allemaal van die hoge gilletjes omheen zo. Ja, die is toch niet aan de kant te missen dit. Het doet pijn aan uw oren gewoon. Maar wat voor een fantastisch gezelschap tref ik hier aan. De zotte zusjes. De zotte zusjes. Samalia. Samalia, Salexia. En Sariane. Sariane. Dus dit is Tilburg. Koninklijk bezoek. Carnavalesks koninklijk bezoek dan. Ja. Oké. Ik vind het een eer om hier te mogen zijn in Tilburg. Ja, wij vinden het geweldig. Prachtig. Ja, jullie zijn echt, zien er heel mooi uit. Jullie zijn zonder bodyguard ook op stap hier? Ja, die zijn we vergeten. Oké. Dus Maxima en onze Willem Lex, die weten dat eigenlijk. Nee. Ons papa Willem en onze mama Maxima zijn trots. Ja, dat geloof ik ook wel. Nou, ik denk niet dat die... Ik hoop dat ze onder Brabant kijken, maar dan... Ja, jullie zijn ik zo hoop goed. Het niet, want nee. Ze mogen het eigenlijk niet weten. Nee, dan moeten jullie weer... Zalexia, Samaria en Sariane, een hele fijne opstoet, dames. Ja, dankjewel. Dankjewel. Oké. Ja. Mag ik wat vragen, wordt hier gedaan? Maar ik heb niet die hoed. Oh, kijk. Ook zo graag. Ik heb een soort dubbelganger gevonden. Ja, dat krijg je wanneer dat je inderdaad boodschappen gaat doen. Als we nou ruilen, jij mijn tasje, ik jouw hoed. Zullen we dat op het einde dan doen? Zullen we dat doen? Op het einde? Ja. Oké, als de nopstoet klaar is, ja? Dan kom jij naar mij toe. Ja? En dan krijg jij mijn hoed. Want ik heb geen hoed, dat is echt heel jammer. Ja, dat is prima. Want jij bent zo leuk met die hoed. Dan gaan wij straks dan hand erop, hè? We gaan het echt doen, hè? Echt doen, hè? Maar pas op het einde. Ik loop niet weg, nee, joh. Jij blijft hier, ik ook. Wij blijven hier tot het einde. Goed zo, doen we dat. Krijg ik een tasje? Kijk, mijn tasje. Vind ik een goede deal. Vind ik echt een kijk goede deal. Ja, een beetje trekken? Ja? Oké, nou ja, goed. Oké, leuk, tot straks. Ja, zij blijven ook wel carnaval. Ja, dat is snap gauw. Hoeren, dan ruilden we iets. Ja. Zij blijven tot het einde. Dat doen wij ook nog hier. We blijven tot het einde van deze optocht. En de flappers ook. Die zijn er als de wipkeeper bij. Carnavalsvereniging, de flapsteppers, als ik me goed herinner, elk jaar wel present. Ja, elk jaar wel present. Altijd felle kleuren. Ik weet niet of ze het nu bij zich hebben, maar vroeger hadden ze ook altijd zo'n confetti-kanon bij zich. Dat maakte mij als kind heel veel indruk. Het zou leuk zijn als we nou weer bij zich hebben. Dat is denk ik, dat moet al 30 jaar zijn. Dat is datzelfde confetti kanon bij zich. Ja, dat heb ik jou eerder horen vertellen, maar ik heb het nu nog niet gezien. Ja, misschien de bus die erachter rijdt. Ja, daar hebben we hem. Daar hebben we hem. Het jeugdsentiment. Dat confetti kanon kan niet gemist worden in een opstoet. Dit hoort voor mij bij de opstoet. Ik zit er zelf nu 8 jaar commentaar op te leveren. 8 keer zien we dit ding langskomen en dan... dat was het. Hij komt natuurlijk in de camera van Omroep Brabant, dat moet hij. Ik hoop dat hij dat een beetje leuk timed. Zo te zien zit hij vol, hij is geladen. Ja. Daar komt hij. Het confetti kanon, jawel, van de flapsteppers. Die herinner ik me nog. Dat is voor jou echt pure nostalgie, hè? Ja, dat is leuk. Van die dingen die elk jaar terugkomen. Dat hoort bij carnaval. Tradities. Weet je wel, die dingen die gewoon... Herinneringen die je ook nooit meer vergeten. Nee. Sta je daar, je ziet dat confetti kanon. Er wordt hard gewerkt om nog een keer te laten knallen. Al was het maar voor Rogier en zijn jeugdsentiment. Hey, en al die kijkers van Brabant. Natuurlijk. Thank you.
Ja, kom maar op hoor. Camera klaar, confetti-kanon klaar en dan krijg je dit. Iedereen plezier. Ja, en hier moet ik even het boetekleed aantrekken. Vorig jaar heb ik Rinus en Martje van Berken een andere achternaam toegedicht. En ik wist even niet meer hoe ze heten. En dus dat kreeg heel veel commentaar op. Och, je wil niet weten hoeveel mensen zijn. Zo heten die mensen niet. Dat zijn Rinus en Martje van Berkel. Nou, dus bij deze rectificatie, ik heb het ook beloofd. Het botert goed tussen die twee. Al jaren doen ze mee. Ook zo'n ding uit het verleden. Halve dagen. En ze willen inderdaad graag laten zien dat het goed botert. Rinus en Matje van Berkel. En zo zie je dat je inderdaad op je commentaarpositie goed op moet letten. Want je krijgt het te horen, Rogier. Je krijgt het te horen hier in Kruikenstad. Net een klein dorp. Ja. En het blijft maar komen. En de zon schijnt over die kleurige menigte. Hier op het Piersplein. Ik zie een blauwe lucht ineens. Het is ongelooflijk. Dat doet zelfs een klein beetje denken aan hoe het vorig jaar was toen die lucht helemaal strak blauw was. Ja. Peter Teurlings die heet erin en laten vliegen. Ja. Is dat nou zo heel prettig eruit? Ik weet het niet. Dat is het. Er is ook een prijs voor de grootste zot. Daar zou die best wel eens kunnen worden. Komt zeker in aanmerking. Zonder batterijen. Befaamde Duracell konijntjes. Zelfs zonder batterijen is door elkaar. Zonder batterij adviseren we niet. Kijk, dat zag ik al niet. De Keskes zijn dit. Vanavond gaan we uit. Vanavond gaan we uit, jawel. Maar ik niet. Hij is al uit. Ik schijn op iedereen. Leuk bedacht. En dan zien we alweer muziek aankomen. De drumgabbers. Een orkest waarvan we de klanken nu al horen. Maar ze zijn nog niet echt in het zicht. Nou ja, niet vanuit onze commentaarpositie, maar gelukkig hebben we die hangende camera. Dat is helemaal goed kunnen. Mega Mindy op de schouders van papa. Dat is altijd weer goed voor de feestvreugde. Dat nummer van De Rinderuit. De drumgabbers. Mooi dat ze op de drumgabbers heten en dat er alleen maar blazers zijn. Ik wou zeggen, je verwacht dan een de ritmesectie. Ja. Dat is komen uit Delft, dus ik ken ze ook niet. Maar ik wil me vast genieten van carnaval. En ze zijn van harte welkom. En ze dragen een steentje bij aan de feestvreugde met de lekkere muziek.
zodra je zei ook die paleisring op. Ja, dat is een Tilburgse hit van Vulgaire. En Ferry van der Zaden van 2 jaar geleden, denk ik alweer. Hè? Ja. Ze hebben van tevoren dus het Tilburgse repertoire wel ingestudeerd, Rocky. Ja, of ze komen hier elk jaar, dat weet ik eigenlijk niet. Ze zijn wel erg oranje-groen, dus ik denk dat ze hier elk jaar komen. Nou, dat is nog eens integreren. Arge maar leut het, hè, zeggen ze dan. De mouw komt, en veel mouwen. Hedden we, hè? De titel is inderdaad niet mouwen. Laag mouwen, veel mouwen. Verder komen de Verkenstouwers alweer aan. Gaan wij niet praten dan ook? Jawel, ik mouw alle dagen. Maar vandaag mouw ik even niet. Oké, goed. Nou schijnt de zon speciaal voor jou, denk ik. Heb het niet koud met die blote armpjes? Maar je moet af en toe niet mouwen. Oh, nou daar zijn je we dan. Er moet iemand zijn die niet mouwt. En dan ben ik vandaag. Ben jij dan? Oké. Okay, nou, ja, daar kan ik me niet helemaal aan houden voor Omroep Brabant TV. Achter jouw gezelschap aan, denk ik, hè? Welk? Achter jouw gezelschap aan. Ja, maar die vermaken zich wel. Ja, en als je er niet bent, dan moeten ze niet mouwen. Je moet af en toe niet mouwen in het leven. Nee, dat is gewoon helemaal waar. Veel plezier maken. Veel plezier. Dat is een uitstekende dag, lijkt mij, om niet te mouwen. Ik geloof niet dat er heel veel gemouwd wordt in Kruikenstad vandaag. Ik denk het ook niet. En daar is ook helemaal geen reden toe. Ja, de Verkenstouwers die hebben vorig jaar voor het eerst weer meegedaan met een grote wagen. Nu zijn ze er weer. Afgezeren doe geen zeer in een andere atmosfeer. Laten we eens even kijken hoe zij dat bedoelen. Ja, dat zijn... Dat is een alien op. Ze zijn toch een beetje ruimte. Die is een andere sfeer ook. Die is high, denk ik. En die vliegt de ruimte in. Je ziet aliens. Daarmee is het thema recht gedaan. Afverzeren doe geen zeer in een andere atmosfeer. En kunnen wij zeggen dat we zo langzamerhand op de helft van deze opstoet zijn? De uitzending loopt ongeveer een uur nu. Als je net bent gaan kijken, dan heb je al heel veel gemist. Maar er komt ook nog heel veel aan. Zoals ze zegt, we zijn op de helft. Het is dus zeker de moeite om nog even te kijken wat Tilburg allemaal te bieden heeft. En het is niet niks dit jaar. 118 deelnemers. Die hier in hoog tempo over het Piersplein zo de Paleisring indraaien. Ja, we hebben er zelfs een aantal gemist, hè? Dus het gaat zo snel dat je soms wel eens iets mist met de camera's. Het gaat heel snel. Maar deze hebben we in elk geval mooi in beeld kunnen brengen. Deze... Ja, het is wel leuk. Mooi dat ze dit doen. Een opper, die is daar op de visite, die is een paar weken geleden overleden. Van de Verkenstouwers. Dus die krijgt nog een mooie eerbetoon op deze wagen. Twee mooie mensen. Ja. Hard werken. Nou, als je heel de nopstoet moet gaan stofzuigen. Nee. Ja, ik doe het heel het jaar, hè? Het is duidelijk. Ik doe het heel het jaar. Ja. Maar vandaag is mijn dag. Oké, dus jij hebt de broek nou niet aan? Nee, ik heb... Zie je er wel, hè? Ja. Het begon vanmorgen met de strijk. Ja? Hij was gewoon te laat met strijken. Ja. En mijn mantelpakje was niet klaar. Dus ik denk, ja, dan trek ik jouw broek aan. Ja, dat is... En toen moest je eigenlijk nog stofzuigen. Terecht gewoon. Maar, weet je... maar ja, dan vergeet hij anders, dus zou je de stofzuiger meegenomen. Het staat u goed, maar ik zie vooral, zoom even in, cameraman Bert, op de kippenvel bij meneer op zijn benen. Want het is echt, het weer, het had veel erger kunnen zijn. Maar weet je wat er prima bij zou passen? Ja, dank u wel. Dan regelen we gewoon, hè, dan mag je hem samen delen, maar dan mag hij hem nu om
Heb jij de broek aan en dan krijgt hij de Brabantsjaal. Die past daar toch prima bij, of niet dan? Nou, dankjewel. Fantastisch. Ja, hè? Komt helemaal goed, maar ik kan je wel de goed nou zagen. Want van de stofzuiger blijft ze af, hè? Je moet dat zagen daar. Wat blijft ze vanaf van de stofzuiger? Zagen daar. Oh, sorry, het wordt zo'n huwelijksding. Ja, daar gaan we niet tussen zitten. Mario noemt. En hij had de broek niet aan, dat was wel duidelijk. Liever in het bult van het werken dan zo lui als deze werkers. Zwiepen van Eersel. Die doet elk jaar mee. En die steekt graag de handen uit de mouwen, want hij is niet zo lui als een werker. En hij had inderdaad, ik zag de bult op zijn rug, een bult van het werken. Dit zijn de pruilies, hè? Ja, die hebben een pruilwagen. Die knippen ook natuurlijk naar die pruilwagen. Met recht een pruilwagen. Maar er is toch echt meer voor nodig om de sfeer in deze opstoet te verknoeien. Een beetje pruilen kan er wel bij. Kunnen we hebben. Zij wil meelopen, maar wij niet. Waarvoor zou ik adviseren? Zo zit mijn haar altijd. Zeer doen en zeer snipperen ook niet. En dan heb jij ook een snipperdag nodig. Gewit wel, die twee zijn dit. En die hebben de snipperdag opgenomen vandaag. Op zondag, zo bijzonder. Dat zijn de roodneuzen. Leuk orkest. Tilburgs? Nee, die komen van buiten. Dan moet je me niet vragen waarvan, ik weet ze van buiten komen. Maar ze komen hier al heel lang. Maar ze komen volgens mij in de Randstad. Ja, dat... Hoor ik eigenlijk te weten dit, hè? Als expert. We zien in elk geval dat de muzikale inbreng ook voor een deel vanuit de Randstad komt. En dat doen ze eigenlijk hartstikke goed, hè? Zo aardig voor mij. In heel Europa. Nou ja, zo gaat dat allemaal door. Ja, maar we gaan alweer door naar de volgende. De Lopstoet ook. De Lopstoet gaat ook door. Al 22 jaar lopen ze mee. Het zijn twee leden van de Schelpraaien. En die... Daar lopen al lang mee. Zijn de voorboden van de wagen die erachteraan komt. Precies. Ik wou zeggen, schildpraaien die zijn meestal wel goed voor een grote wagen. En die zien we daar ook in de verte. Ja. Adviseren al 22 jaar mee. Echt een, niet echt begonnen als carnavalsclub, meer begonnen als bouwwagenclub. En die, die hebben weer iets al vaak gewonnen. Ontzettend moois gemaakt dit jaar. Kijk die hond daar eens liggen. En bewegen. En hij zegt ook, nou 22 optochten adviseren we niet meer zo hard. Je ziet die hond ook een beetje slomig uit zijn ogen kijken. Je ziet dat die pop langzaam omhoog gaat. Dan moet ze ook helemaal omlaag kunnen, omdat hij daar onder de kattenrug door moet komen. Dus dat is zeg maar een bepaalde hoogte die maar mag hebben. Ik geloof 4 meter nog wat. Maar als die pop helemaal rechtop zit, dan zit hij misschien wel op 7. Dus zo lossen ze dat toch weer mooi op. Want hij moet onder die flat door inderdaad. Er zijn een aantal plaatsen waar die, waar die niet hoger mag zijn dan dat aantal meters. Ja,
het is veel te zien hoor, aan deze bar. En het beweegt en het doet. Ja, en het doet dus al lang mee, dus daar van die klok ook, hè. Terug in de tijd, ze gaan dus ook achteruit de klok. We gaan ook vandaag weer niet op de stoel van de jury zitten, maar nou, een kans hebben op zijn minst, hè? Zeker. Adviseren heeft geen zin, wij vullen onze eigen tijd wel in. En kijk eens naar die afwerking, tot in detail. Ja, het is niet dat ook zien hoe ze zo'n wagen maken, op dat filmpje op Kruikenstad en dan kun je dat terugzien. Eerst wordt er een raamwerk, of ja, een hek, ja, van hek wordt er zeg maar, een beetje mal gemaakt. En dan gaat de klei overheen, en dan gaat de frietvet overheen, en dan gaat de hars overheen, en dan gaat er papier overheen, en dan gaan ze schilderen. Oh, nou, dat is misschien wel een leuke tip voor alle kijkers. Straks na de uitzending wil je meer weten over dit soort feesten, over dit soort wagens, hoe dat gebouwd wordt. Ja. Kruikenstad.nl. Staat een mooie reportage op, ja. Daar vind je meer informatie over de Nopstoet ook. We hebben het te lang ingehad. Dus ze hebben bruine broodjes gebakken. De Bobkes. En heel Holland bakt, daar gaan ze doen. Dus bijna alles is actualiteit. Inspelend op dat programma dus. Ze hebben iets te lang gebakken. Heel Kruikenstad bakt. En dan schijnt de inbakker bij te lopen met een mini broodje. Die zegt, ik heb maar een kleintje. Nou ben ik groot fan van heel Holland bakt en allemaal dat soort dingen en zo. Hè? Oh, Robert en Jannie en alles. Ik vind dat zo leuke televisie. Jij ook? Ja, dat vind ik heel leuk. Wilt u meedoen met het nieuwe seizoen ook? Nee, daar heb ik denk ik geen tijd voor, want ik heb het er allemaal veel te lang in gehad. Oké. Okay. Dus ik denk niet dat ik daar tijd voor heb. Maar wel witte broodsmeken gehad dan voordat u... Ja, ik heb wel witte broodsmeken okay, gehad. Oké, ja, maar... Deze heb ik er eigenlijk te lang in gehad, hè? Ja, ja. Daar heb ik het eigenlijk over, hè? Maar... Ja, nou is het wel zo dat het hele clubje eigenlijk ja, niet helemaal geweldig lekker bakt wel. Nee, nee, we bakken allemaal niks lekker. Nee. Er zijn misbaksels, er zijn van alles hebben wij, dus... Ja, nou, dat is goed. Die misbaksels lopen hierachter, kijk nou, maar. Nou, dan lopen wij gewoon even door, loopt u weer door. Dus we hebben al één zwart geblakerd broodje. Hier hebben we de zombiebaksels, denk ik. Deze bakt er helemaal niks van, zei. Ik doe zo mijn best. Zet ik geen tips. Moet jij even vertellen dat ik het moet doen, want deze werkt niet. Dat nee, niet, verderop in de optocht zit in ieder geval nog een dokter. Daar kunnen we ook nog wel naartoe. Ja? Dus ga maar mee, dan gaan we naar de dokter. Ja, dus loop maar door. Die wel. Oké, dus deze die zijn denk ik voorbij het punt dat ze geholpen kunnen worden. Kijk, dit zijn gewoon de witte broodsweken natuurlijk, hè? Ja, zeker. Ja, alles is nog pais en vree bij jullie? Ja, helemaal zeker mooi. Zeker te weten. Oh, ja, okay. Ja. Nou ja, dit ziet er goed uit. Hou dit vast dat het niet zwart blakert en zo, hè? Nee, okay, gaat zeker. Nou, fijne witte broodsweken, dames en heren. Een moedje. Heel Tilburg bakt. Heel Kruikenstad bakt. Dat is natuurlijk de titel van... kan er wel zijn. De Bokkes. Adviseren doe geen zeer. Agema lapt. Daar gaat het dikkels als een speer. Lapjes, hè? Lapjes. Wat zo veel moeten lappen? Ja, dat is natuurlijk. Het kan er wel veel gebeurd. Met z'n allen lappen. Met z'n allen lappen. Hier zien we een tamelijk ingenieus draaiorgel. Op onze lijst komt nummer 69 niet voor, dus we kunnen verder geen namen geven, maar alleen maar kijken naar het moois dat zij in elkaar gezet hebben. En dat ziet er fantastisch uit. Dat is leuk gemaakt. Adviseren met muziek. We zitten aan de grond. Adviseer Keer. Nog even de bierrentjes. Ja, Chile, ze zitten aan de grond. Ze zitten met z'n biertjes aan de grond. Knippen valt niet mee, want dit is een live uitzending. Live vanuit Kruikenstad, de Nopstoet. En dan zien we hier de Sjaan en Nelletjes met een stikske los.
Ze kunnen niet zo goed rijden, dus daarom zit overal een stikje los. We zijn er voor de vijfde keer bij, deze Chantenellekes. En alle vijfde keren moet gezegd worden, doen ze hard hun best om er goed uit te zien. En dan zijn we daar bij de snoepdolzen. Ben jij ook zo'n snoepdols? Een zoet stelletje bij elkaar. En dan moeten we afverseren doe geen zeer, maar de snoeptand eruit trekken, dat doe wel zeer. Alles in de roze. Een soort van suikerspin op het hoofd. Snoepje van de Opstoet. Volgens mij hebben wij die bij ons, toch? Dat dacht ik ook. Ja, is goed. Zoveel collega's zijn druk aan het werk natuurlijk voor televisie. Want daar kijk je nu naar. Zometeen Five Fish in die café. Voor radio. Wel radio aanzetten. Maar ook voor internet. We bedienen zoveel. Dus mijn collega Twan Spiers. Goedemiddag, Greg. Hallo. Gewapend met de camera. Waar komen al die foto's dan terecht? Ja, die komen op de site terecht. Op omroepbrabant.nl of via de Omroep Brabant app natuurlijk. En straks ook op Facebook. Dus ja, je kunt ze overal zien. Dus dan geef je mensen zo'n kaartje mee? Ja precies. Zo'n kaartje. Ja, omroepbrabant.nl/carnaval staat er dan officieel op. Dus daar kunnen alles zien. Maar ik heb jou nog niet op de foto gezet. Doe maar dan gewoon inderdaad nu eerst mij. En dan maak je daarna een foto van de camera, mensen, oké? En dan wordt het een beetje lastig, maar dan regelen we ook nog dat Peter met de cameraman nu. Dan gaan we dan nu even zo. Dus een beetje saai voor jullie. Maar dan, hey. Ja, nou, omroepbrabant.nl/carnaval. Even nakijken natuurlijk. Fijn visje niet. Met zo'n kaartje, hè? Überhaupt gewoon kijken door op de site. Er zit zoveel op, dan blijft het gewoon carnaval 24 uur per dag. Dikke tip. Maar nu nog even die optocht afmaken hier in Kruikenstad. Even afmaken, dat klinkt zo simpel, maar we zijn er nog lang niet. Het Batala Netherlands is dit. Wij adviseren met heel veel veren. Knipoog naar het Braziliaanse carnaval. Ja, Batala is natuurlijk een wereldwijde naam. Ja, ik heb begrepen zo'n 1500 spelers. Wereldwijd inderdaad. Slagwerkers over de hele wereld. Hè. De hoofdband in Salvador, Brazilië. Er zijn de bands in Londen, Parijs, New York, Washington, Barcelona, Athene. En dus die Nederlandse tak in Tilburg, die zien we hier. Ja, dat is toch fantastisch om te zien. Hè. En om te horen. Goeie herrie, als die aankomen lopen door de straat. Ja, dat is er een feestje en dan komen ze aangelopen en dan je hoor je weet je meteen dat ze er zijn. Van verre. Een hele hoop energie zit daarin. Batala Orkest. Overigens heeft Omroep Brabant onlangs een documentaire gemaakt van Batala Netherlands. Terug te zien op de site van Omroep Brabant of op YouTube. Wil je even zoeken. Is dit interessant vindt en meer hiervan wil zien. Het is in elk geval een act die uitstekend past in deze Roomstoet. Hij is kleurrijk genoeg. Nou, als je dan zo een aantal kilometers door de Tilburgse binnenstad trekt. Dat is goed voor de leider. Dan heb je wel zin in een biertje. Ook dat. In Tilburg, maar blijf maar eens rustig op de bank zitten bij dit soort ritmes. Ik denk toch ook dat er thuis heel veel mensen nu een puntje op de bank zitten. Ja toch? Meeswingen.
neem ik goed de tijd voor de camera. Die denken, nou, dit is ons momentje hier. Ook al nemen ze hun moment hier voor de camera. Ook dat gaat weer voorbij. Batala Netherlands. De Fanbrugers, mijn clubje, Arjo. Ja, daar zit jij al sinds jaar en dag bij. Het is mijn geboorte. Ik ging in de wieg mee. We adviseren niet. We hebben de tijd. Nou, de vader tijd loopt hier voorop. Dan geef ik jou even het woord erop hier. Jij weet hier alles van. Ja. Ze beelden allerlei dingen uit over tijd, want ze hebben tijd genoeg. Dit zal vadertje tijd dan wel zijn. Vadertje tijd, met een zandloper achter zich aan. En we hebben de tijd. Het leuke is altijd bij de fanproefers, we maken altijd één club van. Dus dit is het loopgroep van de fanproefers. Daarachter komen meteen de wagens. Wij schrijven ons altijd in, wel in twee categorieën, hè, loopgroepen en de grote wagens. De horenkeren. Maar we zorgen altijd dat het één club is. En dan zien we in de verte dus al die hoogkeil van de fanproevers. Ja. Ook zo'n club waar de jeugd van jongs af aan in opgevoed wordt. Ja, die bouwen, mogen allemaal al meebouwen bijvoorbeeld in de hal. Dat is heel erg leuk als je ziet dat die jonge kinderen zo trots zijn dat ze mee mogen. Een van de grotere verenigingen in Tilburg. We hebben volgens mij 145 leden of zo. En die zijn er natuurlijk standaard bij elk jaar in de opstoot. In de opstoot, ja. Al sinds het oprichtingsjaar 1967 deze week. Heel vaak gewonnen. Die bouwclub is onder de trots van de vereniging. Nou, we gaan zien wat ze dit jaar bedacht hebben. De titel van de wagen die ze dit jaar gemaakt hebben is War is na de inhaal. En adviseert is allemaal. En dat is een beetje een verwijzing naar de vele werkzaamheden die er in Tilburg zijn geweest. Doe ik aan het station. Vorig jaar, normaal komt de Prins op zaterdag op het station aan om 11 over 2. Maar dat kon vorig jaar niet, want het NS-station werd verbouwd. En zo zijn er natuurlijk nog een aantal verbouwingen. We hebben het natuurlijk al over wel of niet het gemeentehuis. Ja. De Cityring is een tijdje een onderwerp van gesprek geweest. Het was altijd wel ergens opgebroken. Hè, altijd. Dus eigenlijk is het motto werk is een beetje door met z'n allen. En zorg dat we gewoon carnaval kunnen vieren zonder dat we weer een omweg moeten gaan verzinnen. En dan zie je dat die grote dat hebben ze ijskraan dan toch wel weer prachtig vormgegeven. Hè? Dat thema van dat Tilburg altijd maar open ligt. Hoewel dat nu een eindje voorbij is. Hè? Ja, het station is nou klaar. Ja. Dus de Prins kwam gisteren ook gewoon weer. Ik geloof 2 maanden geleden nog maar de vraag, maar het is toch gelukt. Cityring ook af? Cityring is af. Het station is dus af, dus dat is wel echt heel mooi geworden. Iedereen tevreden? Nee, hè? Volgens mij het station wel. Ja. Ja, zeker. Nee, het is echt een grote mensenstation. Het is een beetje zo'n het suffertje van Brabant station, maar het is nou echt mooi geworden. Ik wil zeggen, over die Cityring wordt hier toch altijd af. Ik bedoel, vandaag wordt er niet gemouwd, maar verder de rest van het jaar vaak wel. Hè? Ja, dat klopt. Ja, dus altijd is overal wat te mouwen. Ja. Daar zijn we ook een kruikenstad mee. Ondertussen zien we toch wat jouw vereniging dit jaar voor elkaar heeft gebokst. Rogier, is niet niks. Ja, dan zie je ook dan hoor je ook weer een verhaal over dat er weer een kraan geregeld moest worden. Via lukt dat dan weer. Dat is altijd mooi. Het is toch een van de mooiste wagens die we vandaag zien. Kijk, en de zon doet ook nog even mee. Even dat zonnetje eroverheen om de kleuren nog wat beter uit te laten komen. Rood, geel, groen zijn de centrale kleuren van carnaval bij de fanproevers. Heeft de vorst verlicht en duikt hij in zijn kingsijsbed. De koningin die ligt er net. Ik vind hem mooi, Rogier, die van jouw vereniging. Maar eigenlijk geldt dat wel voor de hele opstoet. Tilburg doet zijn naam toch weer eer aan Kruikenstad. Het is weer in kan en kruiken, hè? We begonnen te zeggen van toch een van de mooiste optochten van Brabant. En die zien we inderdaad hier voorbij trekken. Een van de mooiste optochten van Brabant. Misschien is het vooral het leukste. Qua wagens, er zijn natuurlijk in andere steden veel meer grote wagens vaak. Maar de sfeer hier is wel echt... Ja, en er valt nog eens wat te lachen. Hè? Het is humor, dat zien we ook hier weer. Ja, de regisseur. Dit is theatergroep Masker. Beetje moeite voor de cultuur.
En die willen zich een beetje voorstellen aan het publiek. Ze willen laten zien dat je met een beetje geld ook leuk theater en toneel kan maken. En die bestaan volgend jaar als theatergroep 70 jaar. Hebben nog nooit meegedaan aan een opstoet. Dat vind ik nou leuk, hè? Dat ze dan toch een keer zeggen, nou, wij gaan als theatergroep die opstoet in. Straattheater in de optocht. In de opstoet. Ik zei me de tekst kwijt. Ik heb een drol van een rol. Hallo regisseur, hoe gaat het met u? Goed. Ja, er moet een beetje meer cultuur dan zijn in Tilburg. Of, cultuur? Hij is heel streng als regisseur. Hij is heel streng uitgevoerd. Wel hoor. Hij heeft een matte knopper en hij heeft een zweep. Een matte knopper en een zweep. En een zweep. En maar op cultuur mag niet bezuinigd worden inderdaad. Nee, okay. Onze acteurs zijn helemaal onder de plak bij hem. Nee, dat is niet waar, hoor. Maar wij doen wel een beetje moeite voor onze eigen club. Okay. Ja, dat is goed. Hij ziet er ook zo streng uit, mee, dat ik zo'n herfliekjas heb ook aan. Nee, dat is toch niet waar, ik ben een herfliek. Toch eenmaal, ja, dat is goed. Ja, dat is geen herfliek. Dat is een slaapbedrijver. Slaapbedrijver. Dat is echt een vermoeid, hoor. Dat is een zeer En hier is de witte Tony en die zijn blikwaardig vandaag. Alles van blikjes gemaakt en het ziet er ook leuk uit. Het is ook blikwaardig. Mooi gedaan. De Welde, wij denken er zelf. Er is weer heel wat tijd in gaan zitten om zo mooi voor de dag te komen vandaag. Het is lopen non de ju. Want avanceren doe geen zeer, zin ze. Ze moet maar lopen, hij mag niet zelf zitten. Hey, we hebben er eigenlijk gestaan dat het is morgen, hè? Jullie ook, hè? Ja, oké. Okay. We komen gewoon. Dat is verschrikkelijk, hè? We komen gewoon. Ja, zo krijgt iedereen het. Draag hebben we met die prinsenwagen gestaan. Ja. En toen? En moesten we nog een lange wacht hebben daar in de tocht gestopt, de trek. Weet je wat trek is? Ja, trek is vervelend. Ik weet het niet meer. Oh, ik heb knaflook op, of niet? Wat ben ik daar? Wat ben ik jij? Verkouden! Gelukkig ben ik wat. Jongen, jongen. Draag er in de trek gestaan met die prinsenwagen. Ja, ik zou het even verder vertellen. Hebben ze een mooie make-up laten doen? Loop je zulke mensen tegen de lijf, hè? Laat ons gewoon in de kamer staan. Enigszins. En daar heb ik naar die kletsen opgelopen. Nee, vertel het verhaal maar aan een andere gewoon. Aan wie? Ja, niet aan mij. Niet aan mij meer. Ik kan er ook niks aan doen. Nee, ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar de... Oh, godverdorie. Zo eentje met consumptie, weet je wel? Zit het nog? Geloof ik. Gelukkig. Dankjewel. Want die wimpers zijn niet van mezelf. Niet verder vertellen, maar even checken dat het nog zit. Nou, jij kunt het niet zien, maar hij heeft gewoon de camera nat geniest. Ja, ik zag het ook, ja. Nou, dan gaan we naadloos over naar de zevenlappen. Doe eens deur. Adviseren op de deur, hè? Doe eens deur. Nou, dat zijn nog wel een stukje te lopen, hoor. Die doen ook eens deur. Sorry! Sorry, ik leg echt aan ons dat zo laat nu. Sorry! Sorry hoor! Dit is ook een knipoog naar de verbouwing van het station in Tilburg. Denk ik zo'n knipoog naar de NS. Ja, ze lopen in de weg. Ze lopen met z'n allen in de weg. En dat is het beeld wat hier in Kruikenstad de afgelopen tijd schering in inslag was. Hè? Ja, mensen met oranje hesjes. Ja, ik denk dat wij in al die 8 jaar dat we hier gezeten hebben, er elk jaar wel was om iets te mouwen over iets wat verbouwd werd of iets wat anders moest. En vandaag kunnen we zeggen, Tilburg is klaar. Het is af. Ja. Nou ja, die horen er ook tussen. Gewoon mensen die daar een biertje drinken. En, precies. Een vriendengroep nooit meer naar huis. Een gezellige zuipketen in de opstoet. En de eerste prijs win je er niet mee, maar je hebt daar wel een mooie middag mee. En gezellig is het zeker. Genoeg levende brouwerij daar.
Ik zie daar een knalkoen. Van carnavalsvereniging de Kwatsaaier. Ze doen mee als plofkip. Knalkalkoen, plofkip. Natuurlijk een verwijzing naar het feit dat Albert Heijn natuurlijk de plofkip uit de schappen heeft gehaald. Kijk! Stop! Stop! En een plof erbij, zeg je dat? Meteen gevolgd door het Racehofcollege. Jongere deelnemers. En enthousiast. Soms is het heel duidelijk wat ze uitbeelden, maar hier heb ik nog geen idee van. Spurt 11? Spurt 11. Waar ze dan spijt van hebben? Het maakt ook niet zo heel veel uit. Mensen hebben plezier. En ze zijn erbij. Spuit 11. Van het Racehofcollege. En hier komt Jan Klasje, heel Tilburg kokt. Er is er één over de kook. Ik kok van kaaiigheid, van kwaadheid. Kooiigheid. Ik maak er een potje van. Ik kan niet balen. Ik kan niet balen. Ze zijn van de kook, hè? Dus die verwijzing naar heel Holland bakt. Woordspelingen, daar hebben ze in Tilburg ook een handje van. Ik maak er een potje van. Masterchef. En dan zijn we alweer aan nummertje 90. Ontzettend veel deelnemers altijd in Tilburg. Meer dan 100 ook dit jaar. Er hebben zich 118 deelnemers ingeschreven. Van mensen die alleen meelopen tot dus enorme grote wagens. En alles wat daartussenin zit. En dat betekent dat we langzaam richting 100 gaan. Mijn nichtje was gisteren aan het klagen. Die was 118. Ze liep bijna achteraan. De blusmutsen. Dat is toch de laatste? 118? Nee, de 120 is het laatste nummer. Maar zij hebben nummer 118. Oh ja, ik heb steeds gezegd 118. Maar 121 deelnemers. Ja. Nou, de laatste drumband. Die hebben ze mooi verspreid over de Nopstoet. Divertimento. Je ziet meteen wat dat doet met het publiek, hè? Een beetje ritme in de optocht. Afviseren en gewoon. Wij geven het ritme wel aan. Vorige week een leuk optreden we mee mogen maken bij het Proefblazen. We hebben altijd een week voor carnaval. De zaterdagmiddag gaan we het winkelend publiek. We lopen er 20 orkesten rond. Zij deden ook mee. Een beetje proefdraaien van carnaval, proefblazen. Erg leuk evenement. Deze zusjes zijn er ook nog steeds in het publiek. En zelfs in die wagen willen ze nou de choreografie uitvoeren. Dat is wat leuk. Stilstaan is geen optie bij deze opzwevende ritmes van Divertimento. Zeer nog eens in, maar deze angel des te meer. Dus iets van leest. Die zijn erbij. Die zijn erbij. Over woordspelingen gesproken. Opgevoerd. Dat zullen dan misschien de dappere dodo's zijn? Of nee, de Blaakse meskers zijn dit. Ja. De Blaakse meskers. Deze doe wel zeer. Dan zagen ze heel ingewikkelde gymoefeningen doen. Deze doe wel zeer. Ja. De split, de spagaat, benen op elkaar. De Blaakse meskers. De Blaak is een wijk in Tilburg. Dus ja, ja. Dat zijn de Blaak ook. Ja.
Wat een geweldige drukte, hè, op dat Piersplein. Ook over choreografie gesproken, goed ingestudeerd. Ja, die stellen natuurlijk 's ochtends om 10 uur verzamelen, al 11 uur verzamelen ze al. Dus dan hebben ze tijd genoeg om dit nog even goed door te nemen met z'n allen. Ik ben van de week voor het eerst op yoga gegaan. Ik heb ook nu spierpijn op plekken dat ik nog nooit spierpijn heb gehad. Wat voor gym is dit? Des zware gym. Des zware gym, oké. Okay. Heel veel zeer. Doe heel veel zeer, ja, oké. Okay. Vooral morgen. Ja. Oké, okay. Nou kan ik me nog wel aanmelden dan? Het is wel goed. We hebben nog plaats. Ja, we hebben nog plaats. Ja. Okay. Het is heel goed, wordt er heel strak van. Heel strak van, oké. Okay. Nou, dan neem wij de spulletjes mee natuurlijk allemaal. Want het is openbare gymles vandaag. Een soort proefles. Kun je kijken of je het leuk vindt. Dus misschien als ik wil gaan switchen van yoga, dan... Nou, als ik ook zo'n kont wil, dan ga ik dit doen, denk ik. Ja, de Blaakse meisjes. Er moet nog hard gewerkt worden. Deze doet wel zeer. Ja, wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Maar ik durf toch voorzichtig te zeggen, ze zijn er nog niet. Nee, de opstoot is hier bijna voorbij, of bijna. We hebben nog een nummer of 20 te gaan. Maar zij moeten nog een eind lopen, hoor. Zij moeten nog. Ze zijn op de derde, denk ik. Kilometertje of 4-5, denk ik. Ja, toch? Ja, 4. Goed, dat gaat niet zo snel, hè. En als je dus elke 20 meter dit gaat doen, dan... Dan gaan ze met het einde wel afgeteld. Gaan ze nog even de grondoefeningen uitvoeren. Bijzonder charmant uit het. Sexy ook wel. Ja. Dat maar 4. En die dappere dodo's erachter maar wachten, hè? Ja, ook wij zijn in afwachting van die dappere dodo's. Club Rare Vogels. Altijd met vogels en dat toch, de dodo's, hè? De pechvogel, de tortelduif is er natuurlijk ook. Vrijevogel, tortelduif. Er zijn ook een paar in die kooi erachter. Vrij geassocieerd op het thema vogel. Met die vogelspotten. Ja, dat was laatst nog even een nachtegaal gevonden of zo. Was dat een hele bijzondere nachtegaal? De vogelspotten uit heel Europa zijn erop afgekomen. Nou, deze is op zoek naar bijzondere vogels en die staan hier langs de kant natuurlijk ook wel. Hele rare vogels zitten daarbij. Als die scooper wilde maar hout, hè, heel die optocht. Scheidekster loopt daar ook bij. Geluksvogel. Ja, de dappere dodo's hebben zich echt totaal uitgeleefd op dat vogelthema. Dat is een. Dat is ook echt een mooie pakken. Kleurrijk gezelschap geworden. Doodvogeltje natuurlijk. Met de pootjes omhoog, de dove kwartel, jawel. Ja, dat ziet er ook bijzonder smakelijk uit. Heel. De scheidekster. Deze zijn een beetje kakineus, deze dames. Zo noemen ze zich ook, de kakineuzen.
vandaar ook deze lange neuzen, de kakkie-neuzen. Het zijn wat je noemt dames met stijl. Een bepaalde stijl, dat is het. Bij zulke deftige dames verwacht ik ook wel deftig drinken. Wat drinken we, dames? Wij drinken lekker een sherry. Een sherry, ja. Dat is echt nou even een borrelmomentje voor onszelf. Maar ik geniet wel ontzettend van deze plebse mensen. Ik vind het een enig feestcarnaval. Ben je niet van volle teugen, Bernadette? Ja, Bernadette. Ik ben alleen al de hele tijd mijn hondje kwijt, Pipi. We zijn Pipi kwijt. Ja, het kan zijn dat er gewoon een gemiddelde kruid heeft genomen. Ja, het is erg. Het is echt erg hoor. Want ja, Pipi was echt haar lievelingetje. Ja. Dat is echt zo erg. Maar ja, sherry verzacht de pijn. Neem er nog één. Dat ga ik zeker doen. Dat ga ik zeker doen. Sterkte dan. Nou, met het voorstel. Ja, oké. Okay. Dag dames. Bernadette en Co. Dag. Met de rechter kakuneus. De zweefteven moeten dit zijn. Weer een big party. Zijn ik weer in het roze. Dus allemaal big neus al. Afviseren doe geen zeer, maar in een big party wel. En dan vooral zijn de kaart erachteraf. Ja. Meer mensen op hetzelfde idee gekomen. We zagen inderdaad al eerder een big party langskomen. Kan natuurlijk, hè. Ja, en zij vragen op het doek ook om te stemmen. Hè? Naar 3669, dus het nummer van je favoriet. Dus optocht, dan het nummer van je favoriet. En dat sms'en naar 3669. En daar wordt de politieprijs mee bepaald. En die loopt net in zijn schoenen, Wimke. In zijn eentje. Zo'n merkwaardig figuur is een eentje daar in die optocht meedoet. Hij heeft geld genoeg, hij is een patser en hij loopt neer voor zijn schoenen. Echt een patser, ja. En dan krijgen we een van de, ja, misschien wel laatste grotere wagens. Dan gaan we het einde rijdt natuurlijk ook een hele grote van de bierschapen. Dat was de winnaar van vorig jaar. Ja. Maar dit zijn de Tunnekers. De Tunnekers. Ook hier een verwijzing naar de werkzaamheden in Tilburg. De verbouwing bij het station die niet zo vlug ging. Dat laten ze zien op deze wagen. Waar toch heel veel Tilburgers best wel last van gehad hebben. Ja, ook een oude carnavalsvereniging. Die bestaan sinds 1964 geloof ik. Dus ze zijn er met z'n 20 over. En dan moet je toch maar de tijd hebben om te gaan bouwen met z'n allen. Ja, geen hele grote vereniging. Maar wel een hele oude vereniging dus. Met ook weer een mechanisme om straks onder dat flatgebouw, wat hier in Tilburg de Katerdom wordt genoemd, door te kunnen. Denk ik dat ja, die boom moet allemaal laag inderdaad. Ja. Lego blokken erop gezet, is handig. De bouwstenen. Er zit de trein ook daar, als verwijzing naar de NS. En dat is toch ook aardig van die Tilburgse opstoet. Altijd die verwijzingen naar de lokale actualiteit. Dat zien we dit jaar ook weer heel veel. En inderdaad, dat NS-station dat heeft de gemoederen hier dan wel bezig gehouden en tot inspiratie geleid. Ook voor de Tunnekers, de carnavalsvereniging. Ook hier weer werk in uitvoering. Ja, dat is misschien ook wel een verwijzing, weet ik niet, naar de oude lindeboom die vroeger op de heuvel stond. Die ooit is weggehaald. Maar toen ook heel veel gedoe over was. Heel veel gedoe over was, ja.
lampen dragen hier oranje goed in. Ja, doet me denk aan een lampje van Willy Wortel. Ja, precies. Hey, nog een uurtje en dan naaien we eruit. Briljant goed. Die doen de plantsoenendienst na. Nog een uurtje en dan naaien we eruit. Maar vooral niet hard werken. Ja, dat is gewoon een tentje. Hè. En dan werd de spoor in op de spit en kunt dus gewoon bellen. Hè. Dat weet je. De mannen van de plantsoenendienst hebben een imago-probleem, volgens mij, als ik dit zo zie. En dat is niet van Diamant, maar van Briljant. Nee? Ja, Diamantgroep is hier sociale werkvoorziening. Ja. Hè? En af en toe zetten ze hem stil en hebben ze een rustpunt. Nou, het eerste echte gat in de optocht, Arjo. Althans, zo te zien. Een gaatje. Het gaat mee. Maar inderdaad, het gaat hier in Kruikenstad vlot door. Je ziet dat we nu ongeveer 1 uur en 3 kwartier bezig zijn en meer dan 100 deelnemers langs hebben zien trekken. Samen met het publiek hier op het Piersplein. Dit moet een carnavalsvereniging... De Lawaai Schippers, ja. En dan met ook weer een woordspeling, Lawaai, op zijn Hawaïs. Ja, L'Apostrof Hawaii, ja. Affiseren doen niet zeer, maar zonder bouwhal kan dat niet meer. Ze hebben een beetje problemen gehad om een goede plek te vinden om te bouwen. Ja, dus niet in de bouwhal, maar inderdaad gewoon bij een boer onder een overkamping. Want er is hier een bouwhal in Tilburg, maar ik begrijp dat daar ook niet iedereen terecht kan. Nee, precies. Volgens mij vol dan. Het is een hele grote vooruitgang natuurlijk dat die bouwhal er überhaupt is. Er was eerst een bouwhal, maar dat was ook heel klein. En er waren ook niet de benodigde veiligheidsmaatregelen. Dus als daar een keer brand uit was gebroken, dan was het misschien wel fout. Ja. En een goede optocht begint natuurlijk met een goede faciliteit om te bouwen. En dat is in Tilburg een stuk beter geregeld dan aanvankelijk. Die gekke maatgezer. Al die mensen in de Heineken pak. Als hier gaat door de knieën, zakken. De lawaaischuppers zijn we klaar om te springen. 3, 2. Springen! Ja, dat is leuk opgebouwd. Zo maak je toch op een heel eenvoudig manier een feestje. Je gaat door de knie, je bouwt de spanning op. Ja, af. Ja, dit lied is natuurlijk een briljante. Je telt af. En hop. Er wordt weer gehorst. Kijk, wat een vrolijkheid. En wat een overgave. Deze dames weten de camera's te vinden van Omroep Brabant. De hoek van Piersplein, Paleisring. Die gaan tot het gaatje, volgens mij. Volgens nog bij de lawaaischuppers. Nee, die horen bij de lawaaischuppers. Ja, ze maken genoeg lawaai, dat is duidelijk. Ze zijn nadrukkelijk aanwezig in de optocht, maar dat is natuurlijk ook de bedoeling.
swingende optocht televisie bij Omroep Brabant. En de vrolijkheid en de feestlust komt zo je huiskamer binnen via deze optochttelevisie van Omroep Brabant. Afviseren moeten we nog leren. We zijn te laat voor het Van Goghjaar. Dat was natuurlijk afgelopen jaar. Och, Van Gogh, och. Is speciaal, hè? Deze is het. Wij hebben haute couture aan. Haute couture? Ja. Haute couture? Geïnspireerd op Van Gogh. Ja, de super Brabant natuurlijk. Een enige echte Victor en Rolf. Oh ja, ook nog? Ja. Alleen, we zijn een beetje laat. Nee. De gemeente Tilburg begint in augustus aan Van Goghjaar. Ja. En dan zeggen ze, adviseren doe niet zeer. Maar dat doen verrekken zeer, want we konden dat niet halen. Nee, maar toch. En deze schilderij moet eigenlijk om 8 uur terug zijn op het depot. Ja. Oh. Maar ja, omdat de prinsenwagen kapot was, zijn we te laat begonnen. Het allemaal een beetje uit, dus. Maar gelukkig hebben we wel heel veel bewaking. Oké, dat is ook wel nodig, want dit is veel geld. Ja, het is veel geld. Nou, we hebben er wel een plakkertje op geplekt, maar dat valt niet op, hè? Nee, daar hebben ze bij het Vogels Museum. Oh, Strikerpose. Voor de catwalk. Voor de catwalk. Onder de kattenrug door, dames. Ja. Dan haal je het misschien nog net. Dan is het om 11 over 8 terug. Ja. Wil je een andere pose? Nee, doe maar zo. Het is goed zo. Deze is goed. Oké. Succes, dames, met retourneren. Veel leut voor de opstoet. Schot in de roos. Ja, en dat is het ook. Duidelijk een schot in de roos. Soms kan het ook heel makkelijk zijn. Maar wel leuk. We gaan tot het gaatje. Het gotje. Adviseren doe geen zeer. Dat is wel leuk. Dit is het jaarembleem. Elk jaar wordt op basis van dat motto natuurlijk een embleem gemaakt. En dit jaar was dit dat vierkant wat je hier ziet. En wat kreeg je? Je kreeg dan een ding met gaatjes. En je mocht zelf weten hoe je dan het oranje-groene kabeltje er doorheen zou doen. En ze gaan tot het gaatje. Ja, zo is dat. Dus dit jaar wordt wel leuk, want er wordt een wedstrijd uitgeschreven. Het motto wordt nu dinsdag bekendgemaakt. Voor volgend jaar. Maar het logo is er nog niet bij. Dus er wordt de eerste wedstrijd uitgeschreven. Dus kun je op kruikstad.nl kun je inschrijven voor die wedstrijd. En dan kun je dus meedoen. Misschien ben jij wel... Maar dat hoeft niet dinsdag af. Nee, dinsdag wordt het motto bekend. Ja. En vanaf dinsdag kun je dus je ontwerp insturen. En wie weet kun jij dan als kijker van Omroep Brabant wel het motto verzinnen van Carnaval in Kruikenstad. En dat motto is dus nu al... Het uitgebeelde van motto. Het motto is al bekend natuurlijk. Of nog niet? Bij een kleine kring. Het protocol en bij het bestuur zal het wel weten. Die hebben dat bedacht, een commissieprotocol. Een bestuur dat moet daar akkoord op geven. En de prins die maakt dat dinsdag bekend bij het afscheid van carnaval. En je hebt vandaag in die optocht gezien hoe belangrijk dat motto is. Want het wordt echt als een inspiratiebron gebruikt. En het helpt natuurlijk ook dat je het al een jaar van tevoren bekend maakt. Het moet een beetje allitereren, het moet een boodschap hebben, het moet iets grappigs kunnen hebben. Dus elk jaar is dat weer een hele... En mensen krijgen ruimte tijd om daar hun inspiratie op los te laten op dat motto. Ja. Koude kak van de familie. Wij geloven het wel, zeggen ze. Ze zijn de koude kak van de familie. En dat is ook te zien. Schudden. Dat is sinds vorig jaar op de heuvel, op zaterdag in carnaval, en wat handen schudden. En dan kan iedereen in Kruikenstad een handje geven aan de prins, de adjudant en de raad. En hij doet het een dag later nog een keer dunnetje. Hans Zebrechts heeft hem geïnspireerd tot dit handen schudden. Maar zo nu en dan schudt hij ook echt een handje. Ja, je moet er maar opkomen, Rogier. Precies. Ik denk dat veel van die motto is gewoon in de kroeg ontstaan met een biertje erbij. Iemand zegt iets geks en dan heb je ineens je motto klaar voor het jaar. Dit zijn de kerrewielekes. Carnavalsverenigingen. Vereniging. We zien twee agenten met een flitspaal.
En 5 andere personen die in autootjes rondrijden en geflitst worden, krijgen een boete, moeten dus betalen. Dus afzeer doe geen zeer, maar als je dat doet, dan betaal je des te meer. Ja, mijn excuses, ik zal vandaag 30 rijden op de City Ringbaan. Dank u wel. Dan heb je weer de City Ring. Ik zal voortaan 30 rijden op de City Ring. Gevolgd door door het orkest Carnavalesque Andara, denk ik zo. Ja. En adviseren er natuurlijk ook bij Andara. Dat is wel mazzel, als je dan net voor zo'n orkest loopt, heb je wel de hele antwoord leuke muziek. Jonge muzikanten die daarin meelopen. Jongeleerd zou het gedaan zijn, moet ik zeggen. A long way to Tipperary is binnen. A long way to the heuvel. Ja, daar zijn ze nog niet, hè? Dat duurt nog een paar kilometer. Er is geen zak om. Dat zijn de mensen van carnavalsvereniging De Kabaalmakers. Maar ze maken geen kabaal, er zit geen zak aan die doedelzakken. Er zit geen zak aan. Je kunt wel blazen, maar er zit nog steeds geen zak aan. Ja, dan is er ook geen zak aan. Hè. En dan kun je geen kabaal maken. Ja, ik hoef het niet te filmen, er is helemaal niks aan. Geen zak aan. Joost van de Kringloop. Alles voor een prikkie. En die optocht die dendert maar door hier in Kruikenstad. Maar dat betekent wel dat we langzamerhand toch heel voorzichtig aan het einde moeten gaan denken. Want ja, aan alles komt een einde. Ook aan deze opstoot, helaas. Vaststellen dat het einde in zicht is. We zijn er nog niet helemaal. We zijn er nog niet helemaal. Het zijn de koude erfbos uit de wijk de Armoezakkers. Die lopen vaak het loopgroep mee, maar dit jaar hebben ze bedacht. We gaan gewoon op de vrachtwagen zitten. Ja, de koude erfbos, ze zijn er altijd bij, maar dit jaar dus lekker dansen op de wagen. Dit zijn de mensen van Tilbedrijf Avezeer maar Deur. Tilbedrijf Avezeer maar Deur. Het is vast niet echt bedrijf, maar ze laten ons wel varen. Dus ze worden gedragen door die mannetjes die ervoor lopen. Leuk bedacht. Mooie pakken. Mooie pakken. We laten ons wel varen. Rechtsaf de paleisring op. En dan zetten ze de optocht buiten het zicht van onze camera's voort natuurlijk. Want je kunt nog steeds hoor, je kunt nog steeds naar Kruikenstad toekomen om de optocht met eigen ogen te zien. Hij is hier bijna voorbij op dit punt. Ik denk dat de laatste deelnemers rond 5 uur op de heuvel zijn. En dan is er de prijs uitreiken. Dat zal natuurlijk half 6 uur zijn. Dus de gang naar de heuvel zal zeker niet vergeefs zijn als je nu die kant op gaat. Dan nee, maak je zijn zelfs podium speciaal opgebouwd. Dan maak je het allemaal mee. Ja. En kun je met eigen ogen zien wat je nu op de televisie voorbij ziet trekken. En dat is nogal wat.
Dit is mijn nichtje, de blusmutsen. Nog lang niet uitgeblust. Nog lang niet uitgeblust, die blusmutsen. Al lopen ze op het einde van de optocht, ze zijn nog lang niet uitgeblust. De neven en co, je moet er maar opkomen. Ja, dat is in dit geval wel een uitdaging. Dat is wel een uitdaging voor zo'n hoogzadel. Inderdaad. Lukt niet. Je moet er maar opkomen. Krijg je nu voor mekaar. Dat is wat ik net zei, is het typische onderwerp van we zitten in de groep s'avonds. Ja. Weet je wat we doen? We gaan hoge zadels maken, je moet er maar opkomen. Daar hebben we dan de laatste wagen. Ben jij een beetje op verheugd al, de bierschapen? Ja, dit is ook wel een kanshebbertje, denk ik. De motto is, adviseren kunnen piraat niet leren. Er is een grote piratenboot afgebeeld. En die mogen de opdracht afsluiten. Een van de grote wagens in de categorie Horcare. En van al dit kleurenspel genieten we dan nog even dubbel en dwars. Omdat we weten dat het hierna toch heel snel afgelopen is. Mooi dat wel die prinsenwagen er nou achteraan komt rijden. Dus waarschijnlijk hebben ze het toch gerepareerd. Ik vroeg me al af, wat is dat? Dat is dus dat de prinsenwagen. Ja, daar staat nou, er is nog een jeep voor. Normaal zit die kruiken zit er dan voor. Dan is er iets anders wat rijdt. Normaal gesproken hadden we die wagen vooraan in de optocht gezien. Ja. Maar daar zat nou dus de prins in de limo van bestuur. Maar misschien heeft hij nou gemaakt zodat de prins alsnog in zijn eigen wagen de weg kan vervolgen. Dat zou zo maar kunnen. Dat hij met zijn eigen wagen naar de heuvel kan afzeren. Waar die zo meteen vanaf 5 uur, zei je, de prijsuitreiking is. Ja, 5:30 denk ik. Ja. Ja. Nou, met de bierschapen kunnen we langzamerhand afscheid nemen van de opstoet van Kruikenstad 2016. Goede weersomstandigheden. Niet te koud, niet te veel wind, geen regen gehad. Een mooie opstoet gezien. 121 deelnemers met nog wat ingeschoven types daarin. Komen we denk ik gemakkelijk op 125. In hoog tempo kwamen ze hier voorbij. We konden het allemaal net bijhouden, Rogier. Het is gelukt, het is gelukt. Maar het is een goede camerawerk van die mannen. Dat is knap hoor, dat is bijhouden. En ik denk dat heel Brabant op deze manier heeft kunnen genieten van een prachtige editie van de opstoet van Kruikenstad. We zwaaien ze uit, daar gaan ze. De paleisringen onder de kattenrug door. Dit was hem. De opstoet van Kruikenstad. Bedankt, Rogier. Graag gedaan. Dankjewel, Arjo, Rogier, dat jullie vanuit het kraaiennest, zo noem ik het maar even, dus alles goed hebben gezien. De opstoet zit er dus op, de 52e, 53e, zo je wil. Prins Robert, die gaat natuurlijk nog genieten. De prijsuitreiking is strakjes, maar ik heb ook nog wat zaken te doen. Oh, we moeten hier weer terug, want ik heb een belofte gemaakt namelijk. Ik had een belofte gemaakt aan een dame die hetzelfde pak aan heeft als ik. En ja, jij zei al, je kon geen hoed vinden. Ja, ik kon geen hoed vinden. Ik heb een prachtig pak, maar geen hoed. Ja, dat jij een prachtig pak hebt, daar ben ik het roerend mee eens. Want we hebben precies hetzelfde. Ja. Dus we hebben de afspraak gemaakt. Hè, jouw handtas was het voor mijn... Weet je wat we doen? Jij mag jouw handtas houden. Gewoon met de vriendelijke groeten van Omroep Brabant. Alsjeblieft. Ik krijg van mij kussen. Dankjewel, hè. Wees zuinig op je. Ja, heel zuinig. Jij ook. Dankjewel. Dus wij gaan hier nog lekker eventjes bij Bolle, waar wij hier zo zitten, café. Bolle, gaan wij lekker nog een biertje drinken? Want voor ons zit hij erop. Maar Jordi Graat, jij bent nog niet klaar met feesten. Fijn visje in die café gaan nog eventjes door, toch?